Meneer de voorzitter, ik zou mijn inbreng willen beginnen met een woord van dank aan de heer Plasterk, die hier nu als oud-formateur in vak K zit. En staat er mij toe dat ik me even direct tot hem richt. Meneer Plasterk, veel dank voor uw inzet, uw harde werk en uw enorme toewijding aan dit informatieproces. U bent een integer mens en ik heb veel respect voor u. Wacht even, wacht even. Heel klein stukje omlaag. Heel klein stukje omlaag. Voorzitter, dankjewel. Bijna 3 maanden geleden waren er verkiezingen en Nederland heeft dringend een nieuw kabinet nodig. Ons land kent grote problemen en moet bestuurd worden. En de kiezer heeft in november de PVV de grootste partij van Nederland gemaakt en een duidelijke voorkeur uitgesproken voor centrumrechtsbeleid. Dus wat een enorme teleurstelling dat we hier vandaag staan zonder dat de opdracht waarmee informateur Plasterk op pad is gestuurd tot een goed einde is gebracht. Wat een enorme teleurstelling dat de heer Omtzigt vorige week dinsdag ineens wegliep. Ik begrijp daar nog steeds helemaal niets van. En ik sta hier vandaag, voorzitter, echt niet om zwarte pieten uit te delen. Maar voor iemand die de instituties van Nederland hoog in het vaandel heeft staan, zegt te hebben staan, is het per appje afhaken nadat de pers eerst wel is geïnformeerd een godspe. Zo ga je niet met het instituut informateur om en trouwens ook niet met je onderhandelingspartners. En het weglopen, voorzitter, was bovendien totaal onnodig. We moeten verdorie verantwoordelijkheid nemen. We moeten de belangrijkste problemen van Nederlanders, die schreeuwen om een oplossing, aanpakken en oplossen. De gigantische asielinstroom moet snel worden beperkt. Er moeten, als de wieder weergaan, meer woningen worden gebouwd. Nederland moet veiliger worden. Politiek is keuzes maken. Verantwoordelijkheid nemen. Anders krijgen dadelijk de linkse grillen en fratsen van Frans Timmermans dadelijk nog het voortouw. En dan, voorzitter, is het einde zoek en wordt Nederland 1 groot asielzoekerscentrum. Een vraag van de heer Jetten. Ja, voorzitter, dit is het toontje dat we de afgelopen weken ook via social media hebben gezien. Dat heeft denk ik ook niet bijgedragen aan vertrouwen aan die onderhandelingstafel. Maar de heer Wilders weet al sinds 10 januari dat de NSC-fractie niet bereid is om deel te nemen aan een meerderheids- of een minderheidscoalitie. Dat was namelijk toen een conclusie na het afronden van die basislijn. Dus mijn vraag aan de heer Wilders is, wat heeft hij nou sinds 10 januari zelf als leider van de grootste partij bedacht om uit deze impasse te komen? Nou, ik zal dadelijk met een concreet voorstel komen, voorzitter. Maar wij zijn aan tafel blijven zitten omdat de PVV geen partij van weglopers is. Wij blijven zitten. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. De kiezer heeft, of wie dat nou leuk vindt of niet, de PVV de grootste partij van Nederland gemaakt. Daar hebben 2,5 miljoen mensen op ons gestemd. En toen de heer Omtzigt inderdaad zei, nadat wij met z'n allen die verklaring over rechtsstatelijk hadden ondertekend en terugkwam en zei, nou ja, het is voor ons toch niet genoeg, ja, was dat natuurlijk enorm teleurstellend. Dat is iets wat je niet verwacht. Maar hij zei er wel bij dat die andere opties, zoals gedoogsteun verlenen aan een minderheidskabinet, een extra parlementair kabinet, een zakenkabinet, dat er andere opties waren. En daarom zijn wij blijven zitten. Wij zijn geen weglopers. Wij zagen andere mogelijkheden en we zien die nog steeds. Voorzitter, heeft de heer Wilders dan tijdens die weken sinds 10 januari, tijdens die onderhandelingen gesproken over mogelijke vormen die dan wel zouden kunnen? Nee, voorzitter. Dat zal mijn voorstel, wat ik dadelijk doe met een voorstel voor een nieuwe informateur, zal precies daarover gaan om dat wel te gaan doen. Omdat wij hadden afgesproken dat wij in deze ronde niet, dat was het opdracht van de Kamer, niet over de vorm mochten praten. We hebben ook toen u, dat kunt u ook zien in de stukken die de informateur heeft meegestuurd, toen de heer Omtzigt terugkwam van zijn overleg met zijn fractie en zei, nou ja, we accepteren die verklaring, maar niet regeren, maar wel wat ik net noemde, kunt u ook zien dat de conclusie is dat alle 4 partijen, ook die van de heer Omtzigt, hebben gezegd, we nemen dat voor kennisgeving aan en in de volgende fase, als we daar komen, dat is helaas niet gelukt, gaan we het over de vorm hebben. Ik denk ook, voorzitter, dat dat een, nou ja, achteraf gezien is dat een makkelijk oordelen, maar dat dat wel een makke is geweest, dat je niet over de vorm mocht praten, terwijl je eigenlijk al heel snel in de gaten had dat de vorm het probleem was. Ik denk ook nogmaals, ik kom daar zo op terug, dat dat een van de oplossingen is dat we nu als volgende stap het juist wel over de vorm moeten hebben.
Tot slot, voorzitter, de opdracht aan informateur Plasterk was natuurlijk geformuleerd in de motie Wilders. Zeker. Dus dat was dan een manke in de opdrachtomschrijving. Maar u heeft er ook op 10 januari niet voor gekozen om dan te stoppen, een tussenverslag aan de Kamer te laten sturen, hier het debat te voeren en dan al een nieuwe opdracht te formuleren. Dus kortom, voorzitter, ik concludeer 85 dagen na de verkiezingen, 85 dagen dat Nederlanders wachten op een kabinet dat problemen kan oplossen, hebben we vooral heel veel tijd verspeeld, veel gepraat, geen resultaat. En vandaag heeft de heer Wilders als leider van de grootste partij een hele grote verantwoordelijkheid om nu met een betere opdracht te komen. Ja, voorzitter, dat mag misschien zo zijn, maar dat lag toch echt niet aan mij. Wij zijn niet opgestapt. De PVV is niet opgestapt. We hebben constructief aan die overleggen deelgenomen. Wij zijn, toen wij inderdaad te horen kregen, nou, NSC wil niet met jullie in een meerderheidskabinet of een minderheidskabinet, hebben wij niet gezegd, dan gaan we nu naar huis, het is klaar, we doen het niet. Dat hebben we allemaal niet gedaan. We hebben geprobeerd tot een oplossing te zoeken, maar u heeft gelijk. En achteraf gezien hadden we dat misschien met z'n allen en ook mijn partij beter moeten zien. De vorm is uiteindelijk een probleem geweest. Ik denk dat de partij van de heer Ontzicht zocht afstand. Kon die afstand niet vinden op de vorm, want daar mochten we het niet over hebben. En is toen afstand gaan zoeken op de inhoud. Ik denk dat dat ongeveer het proces is wat we hebben gezien. En in de volgende ronde moeten we dat proberen te voorkomen en te verbeteren. De heer Bontebal. Dank, voorzitter. Ik verwacht iets meer reflectie van de leider van de PVV, ook op zijn eigen optredens. Mijn vraag is eigenlijk, ja, hoe graag wil de PVV nou eigenlijk deelnemen? Na 10 januari is er blijkbaar een basislijn afgesproken, maar wat we daarna hebben gezien, dat is toch dat u op 2 februari een tweet plaatst waarin u de NPO onder de bus gooit. Ik zie cartoons langskomen met allerlei rechtsextreme hondenfluitjes daarin. U neemt ook andere partijleiders de maat op X. Dus in uw eigen gedrag heeft u in mijn optiek heel erg weinig laten zien dat u wel zin heeft in een regering. Wat is nou uw eigen verantwoordelijkheid om zo'n formatie te laten slagen, in plaats van dat u de bal nu helemaal bij collega Omtzigt neerlegt? Nou, niet alleen bij de heer Omtzigt. Hij is degene die is weggelopen. Maar ik heb gezegd dat we achteraf gezien allemaal beter hadden moeten nadenken. En ik probeer die omissie vandaag te herstellen door wat meer over de vorm te praten. Want die zat ons allemaal uiteindelijk in de weg. Ik denk ook in mijn analyse, wat ik net al zei, dat dat ook een belangrijke reden is dat het fout is gegaan. Maar wat hij natuurlijk niet heeft gezien is hoe er in die, wat waren het, 28 dagen geloof ik, is gesproken en is onderhandeld aan die tafel. En oké, misschien was de sfeer niet altijd even goed, maar die was ook niet altijd slecht. Ik denk dat wij daar met z'n allen goede gesprekken hebben gevoerd. Inhoudelijke gesprekken met secondanten, met fractiespecialisten. Dus u ziet daar wat tweets voorbij komen. Dat is het beeld wat u heeft. Dat verwijder ik u ook niet, want dat is het enige wat u heeft gezien eigenlijk naar buiten. Inderdaad, dat had misschien ook van mijn kant, van iedereen achteraf gezien wel wat minder gekund. Maar dat is niet het hele beeld. Het beeld is, wat is er aan die tafels gebeurd? Dat is uiteindelijk fout gegaan. Daarvoor staan we hier nu met deze uitkomst. Maar ik bestrijd iedereen die zegt dat wij daar ruzie maakten of dat de PVV of een van de andere partijen daar de boel zat te verzieken of zo. Dat is niet het geval. Het waren vaak constructieve, inhoudelijke gesprekken. We zijn op geen onderdeel tot overeenstemming gekomen. Maar het is mijn overtuiging dat als de heer Ontzicht die dinsdag vorige week niet was weggelopen, dat dat op de meeste punten had gekund nog in die week voor dit debat. En dat we nu in de volgende fase hadden kunnen beginnen. Dus het beeld wat u heeft is maar een beperkt beeld van de waarheid. Ja, voorzitter, positief geformuleerd hoor ik eigenlijk al twee dingen die u aangeeft. Eén, de opdrachtformulering was niet goed genoeg. Het was niet duidelijk over het proces. Daar zijn niet duidelijk genoeg afspraken over gemaakt. Dus dat is een fout die gemaakt is. U zegt eigenlijk impliciet ook wel de radio stil te moeten betrachten. Mijn vervolgvraag zou dan zijn, gaat u dat in het vervolg wel doen? Namelijk al die tijd dat u achter de schermen aan het onderhandelen bent, dat u wel gewoon radio stil te houdt. Maar de grote vraag die ook hier in het debat steeds, denk ik, terug zal komen is, waarom is er een maand lang doorgepraat naar 10 januari? Het is gewoon oprecht wat ik niet begrijp. 10 januari is die basislijn afgesproken. De NSC-fractie heeft blijkbaar, we zullen het straks horen, aangegeven daar dan toch moeite mee te hebben, dat dat niet voldoende was. Waarom is er dan een maand lang toch doorgepraat? Nou, om met uw laatste vraag te beginnen. Omdat wij het niet mochten hebben over de vorm. Dat was de opdracht van de Kamer. En als je het niet mag hebben over de vorm en één partij zegt, mag ik een antwoord geven? Als je het niet mag hebben over de vorm
En één partij zegt, wij willen A en B niet, maar we willen wel C, D of E. Dan ga je toch door? Dan hou je er toch niet mee op? Tenzij je met z'n vieren zegt, nou, C, D en E willen wij nooit, geen sprake van, nu is het klaar. Nou, de partijen aan tafel hebben dat alle vier niet geconcludeerd. De partij van de heer Omtzigt niet, de VVD niet, de BBB niet en de PVV ook niet. Dus het is volstrekt logisch dat we nog zijn doorgegaan om dat te doen. Nou, uw andere vraag, is het, als je terugkijkt, is die opdracht nu verkeerd geweest? Nou, in retrospectief, maar het is altijd makkelijk om dat achteraf te zeggen, is dat misschien waar? Maar dat wisten we toen ook niet. Hè? De heer Omtzigt, moet ik nageven dat hij altijd al vanaf dag 1 heeft gesproken over zijn wens tot zaken of extra parlementair. Maar, ook als je het verslag van de verkenner Plasterk nog terugleest, hebben eigenlijk de meeste andere fractievoorzitters, ook u, daar niet over gesproken. Hebben niet gesproken over de verschillende varianten. Dus dat was op zich na die verkenningsfase ook niet logisch. Toen zag je niet al, ze liggen allemaal door elkaar heen. De een wil wel gedogen, de ander wil extra parlementair, die wil meerderheid, die wil minderheid. Het heeft wel de gesprekken geraakt, maar daar bleek niet uit dat er een groot... dat dat een groot twistpunt zou worden. Dus ik vind het volstrekt logisch dat wij die ronde in zijn gegaan, die informatieronde, zoals het is gegaan. En nu achteraf gezien kan je inderdaad stellen, maar dat wisten we toen niet, dat dat meer over de vorm zou moeten gaan. En ik doe daar dadelijk een voorstel toe. Ja, twitteren. Oké, ik zei al, je moet daar misschien wat voorzichtiger in zijn. Maar je moet ook niet, we zijn ook niet van suiker. Weet je, ik ga ook niet beloven dat we niet gaan twitteren of zo. Want dat is totale onzin. Je moet ook ergens tegen kunnen. Je moet ook je punt kunnen maken. Het moet primair aan tafel zitten. En op het moment dat het de tafel stoort, heeft u gelijk. Dan moet je er wat terughoudend mee zijn. Maar een twitterverbod of zo, dat slaat helemaal nergens op. Dat moeten we ook niet doen. Maar mijn belangrijkste punt is, als u ziet wat er aan tafel binnen is gebeurd, dan is dat echt niet alleen maar kommer en kwel geweest. Integendeel, waarom ben ik zo teleurgesteld dat het niet door is gegaan? En dat de heer Omtzigt is gegaan, omdat ik juist geloofde en nog steeds denk dat dat kan, dat we eruit hadden kunnen komen. We hadden er gewoon uit kunnen komen. Er was in ieder geval op heel veel onderdelen, ook dat zegt de heer Omtzigt zelf in zijn brief die hij nog heeft nagestuurd naar de informateur, op heel veel onderdelen was gewoon zicht op perspectief op overeenstemming. Dat was er gewoon. Dus het was onnodig en jammer voor Nederland dat iemand is weggelopen. Totaal niet nodig geweest. Ja, voorzitter, collega Wilders die zegt dat het alle partijen misschien niet aan het begin duidelijk was. Nou, dat wil ik hem best meegeven. Er zitten twee dingen. Er zijn partijen die natuurlijk voor de verkiezingen wel heel duidelijk zijn geweest over samenwerken met de PVV. Ik zou zeggen, het helpt om duidelijk te zijn en daaraan vast te houden dan. Maar het tweede is, het blijft onduidelijk waarom er niemand op 10 januari heeft gezegd, jongens, even stoppen dit proces. We gaan de opdracht even beter formuleren. Het blijft onduidelijk waarom er maandlang is doorgesproken na die 10 januari. Op het moment dat je constateert dat het proces niet klopt, ga je toch je opdracht op dat moment afronden. Ga je terug naar de informateur, ga je terug naar de Kamer, hou je een nieuwe opdracht. En ga je toch niet een maand lang doorpraten, waarvan we ook nog niks op papier zien ook. Dus geen enkele conclusie getrokken over wat dan de gezamenlijke inhoud is geweest. Dus kunt u dat punt nog eens helder duidelijk maken? Ja, dat kan ik zeker. Dat heb ik ook al gedaan. We konden niet terug naar de informateur, want die zat aan tafel, die zat erbij. Dus daar kan je niet naar terug gaan als die erbij zit. Maar inhoudelijk, en nogmaals, de heer Omtzigt zei niet, het is voorbij. De heer Omtzigt zei, om zijn moverende redenen, zei die, ik heb het hier voor me liggen, dat hij, gelet op de uitspraak in het verleden, bla bla bla, dat de afstand te groot is voor deelname aan een meerderheidskabinet en minderheidskabinet, maar dat de fractie bereid is, de NSC-fractie, om gedoogsteun te verlenen aan de minderheidskabinet en ook andere opties die voor hem bespreekbaar zijn, namelijk zakenkabinet of extra parlementair. Dat zei hij. En wij dachten met elkaar, we kunnen het daar nu niet over hebben, want dat is pas voor in de tweede ronde. Dus u ziet ook dat we daarna met z'n vieren hebben gezegd, we nemen daar kennis van en we gaan daar in de volgende fase verder over spreken. En geen van de partijen vond het, ook die van de heer Omtzigt niet, ook de mijne aan die andere twee niet, zeiden, nou, nu is het allemaal onaanvaardbaar geworden. We moeten door. We gaan kijken of we eruit komen. We konden er ook uitkomen. En dan gaan we in de tweede fase kijken, over de vorm praten, wat de opties zijn. Dit waren de opties van de heer Omtzigt. Wij hebben daar misschien hele andere ideeën over.
Ik wil het liefst een meerderheidskabinet. Andere partijen willen misschien weer wat anders. Hebben we geparkeerd voor de ronde daarna. En als de heer Omtzigt vanwege financiën, althans dat is wat hij zei, onder andere is opgestapt. Als dat niet was gebeurd, dan waren we nu ook morgen begonnen aan die tweede fase. En dan hadden we het ook over die inhoud gehad. De heer Dassen. Ja, voorzitter. Inderdaad, Nederlanders die snakken naar een meerderheidskabinet dat ervoor zorgt dat de grote uitdagingen van deze tijd worden opgelost. En inmiddels wachten we daar alweer 3 maanden op sinds de verkiezingen. En de heer Wilders zegt terecht dat de kiezer hem de grootste heeft gemaakt. Dus zij verwachten ook van de PVV dat de PVV de verantwoordelijkheid neemt om te zorgen dat er zo snel mogelijk een stabiel kabinet komt. En als ik de heer Wilders hier dan hoor, dan hoor ik voornamelijk dat hij die verantwoordelijkheid aan het afschuiven is op anderen. Nee. En ik vraag me dan ook af, wat heeft de heer Wilders nou precies gedaan om te zorgen dat de heer Omtzigt voldoende comfort zou voelen om niet van tafel te lopen? Welke concrete stappen heeft hij daarop genomen? Nou, voorzitter, ik ga niet zeggen wat wij wel of niet hebben gedaan. Dat doet niemand en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar gaat u ervan uit dat ik tot het uiterste ben gegaan om de boel daar, de laatste dagen op het ministerie van Financiën, om die bij elkaar te houden. Het was, mag ik misschien wel zeggen, want dat heeft ook al in de kranten gestaan, het was nota bene mijn initiatief om nog 2 dagen zonder secondanten op een externe locatie bij elkaar te gaan zitten in de hoop dat er dan nog schot in kwam. Dat als je de politieke leiders bij elkaar zet, dat je dan dat laatste stapje toch zou kunnen maken. Dus ik heb echt, en andere dingen ga ik ook niet noemen, want nogmaals, dat is in de vertrouwelijkheid van het overleg. Maar ik heb alles gedaan wat ik maar kon doen om het bij elkaar te houden. Maar ja, weet u, meneer Dassen, het gaat niet slecht met de peilingen van de PVV, maar we hebben geen 76 zetels. Dus ik kan dat niet alleen. Ik ben met die grote verantwoordelijkheid die wij hebben, en die hebben we ook en die voel ik ook, en daar gedragen wij ons ook na, hebben we toch andere partijen nodig om te zorgen dat het lukt. En die andere partijen kan je het aantrekkelijk maken om te blijven en je best doen ervoor te blijven. Dat heeft helemaal gelijk in, maar uiteindelijk gaan ze daar zelf over. Ja, voorzitter, tot het uiterste gedaan. Ik heb al mijn best gedaan, maar als dat dan dit is, dan heeft de heer Wilders de afgelopen maanden zelf bijgedragen aan de chaos die de formatie was. Door te twitteren, maar ook weer net door zijn bijdrage te beginnen, door de heer Omtzigt eigenlijk de schuld van alles te geven. Dat is toch geen comfort bieden? Dat is dan toch niet de manier waarop je toewerkt naar een stabiel kabinet? En dat is dan toch ook niet het signaal wat je geeft aan de Nederlanders? Nee. Die op dit moment verwachten dat er zo snel mogelijk oplossingen komen voor hun problemen. Dat je er serieus mee bezig bent. Ik geef de heer Omtzigt niet de schuld van alles. Ik geef hem de schuld dat hij is weggelopen. En ik denk, maar niet van alles natuurlijk. Er zaten er met 4 man aan tafel. De Omtzigt is weggegaan. Had hij wat mij betreft niet hoeven doen. Maar daar gaat hij zelf over. Ik denk dat we eruit hadden kunnen komen. Daarom snap ik het ook niet. Ik denk dat we ook uit financiën, daar moet je over praten, daar moet je over doorgaan. Je lost geen probleem in Nederland op. Niet met asiel, niet met financiën, niet met de zorg. Als je wegloopt, dan los je niks mee op. Dan gebeurt er helemaal niets. Dus ik vind dat we door hadden moeten gaan. En ik vond ook dat er uitzicht was op perspectief, op onderdelen. Misschien niet over alles hoor. Ik wil het niet mooier maken dan het is. Maar we hadden eruit kunnen komen in die week. En dan hadden we nu hier gestaan om aan u verantwoording af te leggen en door te gaan naar de tweede ronde. Ja, voorzitter, het is fascinerend, maar wederom geen enkel stukje verantwoordelijkheidsbesef bij de heer Wilders zelf. Geen enkele kritische reflectie op wat hij zelf anders had moeten kunnen doen. Want dat was mijn vraag. Hoe kan de heer Wilders comfort bieden aan de mede-onderhandelaars die daar ook aan tafel zitten? Maar dat wil hij niet. Of hij kan het niet. Het is in ieder geval één van die twee. En ik vermoed dat het steeds meer het laatste is. Hij kan het niet. Hij kan zichzelf niet inhouden. Hij zal moeten tweeten. Hij zal moeten tweeten over dat de NPO weggesaneerd moet worden, terwijl hij 3 weken daarvoor in het verslag nog heeft laten noteren dat de media versterkt moet worden. Dus ik denk dat de heer Wilders dit helemaal niet kan, voorzitter. En daar zit mijn grote zorg. Dus mijn laatste vraag aan de heer Wilders is: wat zou u na vandaag dan anders gaan doen ten opzichte van de afgelopen chaos in de afgelopen 2,5 maand? Voorzitter, ik heb het gedaan. Dus ik ga die vraag niet beantwoorden, want ik heb het gedaan. Althans, dat is mijn antwoord. Ik heb dat allemaal gedaan. Ik heb daar net voorbeelden over genoemd. Ik denk dat als u de 3 coalitiepartners in spe, wat het nu dus in deze fase in ieder geval niet meer wordt, maar die partijen waarmee wij aan tafel zaten, als u die eerlijk zou vragen wat mijn houding was, zou het mij zeer verbazen als een van die 3 zouden zeggen dat ik daar aan tafel niet anders dan constructief ben bezig geweest. Dus ik sta daarvoor. Je moet het maar aan de anderen vragen als u mij niet gelooft. Maar dat is absoluut niet het geval. Ik heb geen gekke dingen daar aan die tafel gedaan, behalve constructief en professioneel geweest. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter.
Het land proberen te besturen en een regering vormen, dat is niet een soort leerwerktraject of een stage. Waarna de wilde heer Wilders achteraf kan zeggen van ja, misschien had ik een beetje minder moeten tweeten. We zien vooral hier een heer Wilders die alleen maar aan het wijzen is, die anderen de schuld geeft. Nee. En totaal, maar dan ook totaal geen zelfreflectie toont. De heer Wilders heeft het initiatief gekregen als grootste partij. Dat brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. En in de afgelopen periode hebben we een Geert Wilders gezien die een stuk retweet over de heer Omtzigt, waarin de meest verschrikkelijke dingen over hem gezegd worden. We hebben gezien dat tijdens het proces gelekt werd, tweet stuurt over een zure mevrouw Yeshugus. En voorzitter, eigenlijk heeft de heer Wilders daarmee bijgedragen aan het mislukken van dit proces. En mijn vraag aan de heer Wilders zou zijn, als je niet eens 4 mensen bij elkaar kan houden, hoe kan je dan een land besturen? Hoe kan je dan een land met 17 miljoen mensen bij elkaar houden? Heeft de heer Wilders niet met zijn rol hierin, met zijn falen, met zijn tweets, met het niet kunnen bij elkaar houden van deze 4 mensen, laten zien dat hij het premierschap en het besturen van dit land gewoon totaal onwaardig is? Stageperiode gefaald. Nee, voorzitter, het tegendeel. Ik denk dat wij als PVV als geen ander die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ik denk ook dat die kiezer niet ten onrechte ons met 37 zetels heeft beloond en ook nu de afgelopen weken tot ongekende hoogte het vertrouwen heeft gegeven. Want wij zijn bereid tot compromissen. We hebben, en ik heb dat al in het eerdere debat gezegd hier, in december was het geloof ik, voorzitter, dat wij zonder enig probleem al bij voorbaat die voorstellen die in strijd zijn met de rechtsstaat in de diepvries zouden zetten, dat wij die onder verklaring zouden ondertekenen, hebben we allemaal gedaan. Dus allemaal een vanzelfsprekendheid als je als grootste partij je verantwoordelijkheid wil nemen en als je mee wil doen aan het landsbestuur. We hebben aan tafel ons met concrete en reële voorstellen zeer constructief opgesteld. Vandaar ook nogmaals mijn verbazing dat een partij zei, ik stop ermee. Want we waren vlakbij het bereiken van die tweede ronde. En nogmaals, voorzitter, in de eerste ronde was niet de eis dat je het overal over één zou worden, maar dat je perspectief zou hebben of overeenstemming op heel veel punten. Dat hadden we. Daar hebben wij goede inbrengen geleverd. Dat hebben we professioneel gedaan. En ik denk ook dat Nederland verwacht dat de PVV in het landsbestuur en zeer terecht een zeer belangrijke rol gaat spelen. En als je dat niet bevalt, dan heet dat democratie. Ja, voorzitter, opnieuw geen grijntje zelfreflectie. En dat is precies het probleem van de heer Wilders. En daarin zien we eigenlijk de heer Wilders zoals hij altijd heeft opgetreden in deze Kamer. Namelijk alleen maar wezen naar anderen en nooit kijken naar zijn eigen rol. Want voorzitter, in plaats van te wijzen naar de heer Omtzigt, zou je ook kunnen stellen dat de heer Wilders er eigenlijk alles aan heeft gedaan om de heer Omtzigt van tafel weg te jagen. Door een meest verschrikkelijke tweet te retweeten waarin de heer Omtzigt voor rotte vis wordt uitgemaakt. Door, nadat de heer Omtzigt van tafel is weggegaan, niet te proberen de boel bij elkaar te brengen, maar te escaleren en te proberen de heer Omtzigt weer aan tafel terug te shamen. De heer Wilders heeft gewoon keer op keer laten zien dat hij niet in staat is om een groep mensen bij elkaar te houden. En voorzitter, daarom blijft mijn stelling in de richting van de heer Wilders. Toon is wat zelfreflectie in plaats van alleen maar wijzen naar anderen. Want ik zie hierin in de afgelopen 3 maanden alleen maar het bewijs van wat ik bij het eerste debat al zei. De heer Wilders kan dit gewoon niet. Ongeschikt. Stop ermee. Voorzitter, u wil het niet. Dat begrijp ik, dat u het niet wil. Dat is des te meer motivatie om het wel te gaan doen. Een van de redenen dat u niet zo erg gelopen vinden dat mensen als de uwe en de partijen waar u voor staan, laat ik het daarop gaan, het gaat niet om u, maar uw partij en uw ideeën, het niet voor het zeggen moeten krijgen. Dus natuurlijk kunnen en gaan we dat doen. En weet u, voorzitter, ik ga mijn antwoord niet herhalen. Er is geen partij, denk ik, zo constructief geweest. Of mijn partij, laat ik me niet vergelijken met andere partijen, is constructief geweest. En nogmaals, als u mij niet gelooft, vraagt u het dadelijk aan mijn collega's. Vraagt u het aan ze. Misschien geven ze me alsnog een tik op de neus, wie weet. Maar ik heb er vertrouwen in dat zowel mevrouw Yeshugus als mevrouw Van der Plas als de heer Omtzigt mij daar niet zullen neerzetten als iemand die de boel heeft lopen te versteren. Dat heb ik oprecht niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb me daar gedragen als namens de PVV als een zeer serieus leider van de grootste partij, die zeker wel heeft geprobeerd om de boel bij elkaar te houden. Die misschien niet overal met iedereen met alles eens was, maar dat gold voor ons alle 4.
En we hadden eruit kunnen komen. Daarom is het ook zo zonde dat het niet is gelukt. We hadden er met elkaar uit kunnen komen. En dan waren we nu een stap verder geweest en ik betreur dat. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter. Een van de dingen die deze formatie... Ik ben toch altijd een mens van de positieve kant, zoals u weet. Die deze formatie dan wel heeft opgeleverd, is dat de vier partijen een aantal dingen hebben opgeschreven over de rechtsstaat. Verdrietig genoeg dat het nodig was, maar er staat een en ander. En er staat ook een en ander wat wel echt een verandering betekent van houding van de PVV. Mijn vraag, voorzitter, is de PVV hiermee ook echt veranderd als partij? Als het gaat om de visie op godsdienstvrijheid, heeft de PVV voortaan daarop een andere visie dan voorheen? Nee, voorzitter, we hebben eigenlijk altijd dezelfde visie gehad. Daarom was het ook zo makkelijk om dit te ondertekenen. Kijk, weet u, vanaf dag één, ik ben de Nestor van deze Kamer, ik zit 25 jaar in deze Kamer. En ik heb eigenlijk, voorzitter, u gunt mij geen half uur de tijd, maar dat zou eigenlijk mijn antwoord duren. Ik ben van begin af aan, dat ik Kamerlid werd, ben ik opgekomen voor de vrijheid van Nederland. Heb ik mij ingezet om gevaren die ik zag voor die vrijheid, om die tegen te gaan. En ik zag, voorzitter, dat de islam in ieder land, wat ik had bezocht, voordat ik in de veiligheidsproblemen kwam 20 jaar geleden, dit jaar, heb ik ongeveer alle islamitische en Arabische landen bezocht in de wereld, waar ook wij immigratie van kregen, zag ik dat daar een constante was van haat, van angst, van onderdrukking, van onvrijheid, van het gebrek aan maatschappelijk middenveld, van totale onvrijheid, geen parlement die een dictator naar huis kon sturen, geen onafhankelijke rechter, helemaal niets, nergens in die landen. En ik zag dat wij die cultuur en die ideologie middels migratie en asiel naar ons land haalden. Ook sommige landen als Frankrijk die daar oud-koloniën hadden. En ik heb mij met de wens voor vrijheid, ik heb niet voor niets onze partij, de Partij voor de Vrijheid genoemd, ingezet met alles om die vrijheid te beschermen. Alles wat ik heb gezegd over de islam in het verleden was erop gericht om de vrijheid van Nederlanders te beschermen, omdat ik intrinsiek geloofde en nog steeds geloof dat de islam, kijk bijvoorbeeld naar gelijkheid, geen gelijkheid geeft aan mensen die islamitisch zijn en niet islamitisch. Kijk naar hun houding ten aanzien van vrouwen, ten aanzien van homoseksuelen, ten aanzien van joden, ten aanzien van christenen, ten aanzien van mensen die de islam verlaten. Dat is iets verschrikkelijks, dat is ongelijkheid. En doordat ik in Nederland heb gezegd, wij moeten daar uitzonderingen van maken, vocht ik voor de vrijheid. Vocht ik voor de vrijheid van die land. Dat waren geen voorstellen die geïnspireerd waren door haat of afkeer of discriminatie. Die kwamen en komen uit mijn ziel om de vrijheid van Nederland te waarborgen. En nu hebben we dat gedaan op een andere manier. Nu zeggen we, en dat vind ik ook zeer terecht, dat wij de islam en de moslims in Nederland gelijk moeten behandelen als ieder ander. Dus ze krijgen, dat is een volstrekte van zelfsprekendheid voor mij, geen enkel probleem. Want nogmaals, het gevecht voor vrijheid staat aan dezelfde kant. Nu gaan wij zorgen dat die mensen allemaal moskeeën mogen bezoeken, dat zij een Korans mogen hebben. En wij vinden dat prima. Betekent dat dat onze visie, dat onze kritiek op de islam is veranderd? Nee, dat betekent het helemaal niet. Er staat ook in de verklaring die we allemaal hebben ondertekend dat religiekritiek mag. We hebben zelfs een paar jaar geleden hier in Nederland blasfemie uit het wetboek van straffen gehaald. Dus ik vind nog steeds dat de islam als religie een verwerpelijke, een haatdragende en een geweld oproepende religie is. Dus het standpunt van de islam verandert niet. We passen het wel toe in het kader van de grondwet, 100% gelijk. En we vechten nog steeds door die kritiek nu aan dezelfde kant voor de vrijheid van al die Nederlanders die dat verdienen. En tot de eerste dag 25 jaar geleden, tot de laatste dag, wanneer het ook is dat ik hier rondloop, zal ik die vrijheid blijven verdedigen. Voorzitter. Vrijheid zonder democratische rechtsstaat is geen vrijheid. Dat is altijd een dictatuur van de meerderheid. Dat zal de heer Wilders ook niet willen. Maar in zijn pleidooi en ook al in zijn uitingen die de afgelopen jaren er zijn geweest, en in die zin snap ik collega Omtzigt goed in zijn zorg, zet hij altijd de rest wel op de helling. Of dat nou gaat om het neersabelen van de rechtspraak, of dat nou gaat om de publieke omroep, of het nou gaat over de internationale rechtsorde, de vrijheid die aan onze grenzen op het spel staat. Ik herinner me vorige week nog de bijdrage van een van de collega's van de PVV.
die eigenlijk terugtrekkende bewegingen maakt als het gaat om de steun van Oekraïne. Dus het klinkt allemaal, ik kom op voor de vrijheid. Maar u zet heel radicaal alle andere dingen die ons land juist tot die echte vrijheid maken, tot pluriformiteit, helemaal op de helling. En als u er dan voor kiest om een formatie te trekken, voorzitter, zeg ik via u, dan heeft u de keuze daarin. Ga ik vol voor wat ik altijd heb gezegd, wetend dat ik daarmee de instituties voor de bus gooi, of verander ik een beetje? Mijn hoop was, toen ik het verslag las van de formateur, dat u een beetje veranderd was. Dat u dacht, ja, ik ga staan voor die hele democratische rechtsstaat. En mijn grote zorg is, nu ik dit antwoord hoor, dat er geen spat veranderd is. Ik hoor geen vraag, maar ja, dat is uw oordeel. Ik heb die verklaring, als fractie hebben we die ondertekend. Ik heb u gezegd dat er voor de islam dus wel wat veranderd is in de zin van de wet en de grondwet. En wij zijn altijd goed voor onze handtekening. Dus wij zullen niet alleen de NSC-fractie, maar iedereen die hieraan hecht niet teleurstellen. Wij houden ons aan onze afspraken, dus dat doen we ook. Maar dat betekent niet dat onze kritiek op de religie islam zal veranderen. Geen centimeter. En voor het overige wat u zegt, ja, voorzitter, ik ga niet al die voordelen, ik ga niet te veel in de casuïstiek. U moet maar zien in de toekomst of uw woorden kloppen of niet. Maar laat ik het voorbeeld van de publieke omroep nemen. Ja, het heeft nog niets te maken met onafhankelijkheid van de journalistiek te grabbel gooien. Als je zegt dat, wat is het, een miljard per jaar subsidie aan een omroep waar, ja, die toch, laat ik het heel voorzichtig zeggen, heel eenzijdig linksliberaal is georiënteerd, dat je dat niet mag afschaffen. Dat mag toch? Er is toch een standpunt? Er zijn hier partijen die andere dingen willen afschaffen, die het Koningshuis bij wijze van spreken willen afschaffen. Dat mag, nee, maar het mag allemaal. En je kan niet zeggen dat als je de publieke omroep afschaft, dat je komt aan de vrijheid van pers of zo. Helemaal niet. Laat ze opschrijven wat ze doen. Laat ze doen wat ze willen. Laat ze aan allemaal die kranten en weet ik wat allemaal, vooral alle kritiek spuien. Maar ja, moet de belastingbetaler daaraan meebetalen? Maar het is een zeer legitiem standpunt. En we hebben het eigenlijk al vanaf dag 1 als PVV in ons verkiezingsprogramma staan. Dat er gesnoeid moet worden. Hoe meer, hoe beter in die publieke omroep. Maar tegelijkertijd hebben wij de vrijheid van pers en media hoog in het vaandel staan. Die twee bijten elkaar helemaal niet. Dus u schetst daar een vals beeld. Alsof dat zou betekenen dat je niet in de institutie van de rechtsstaat. Er is er met 1 miljard gefinancierd en gesubsidieerd instituut wat totaal eenzijdig is als het gaat om een politieke beeldvorming. Voorzitter, als de heer Wilders zegt totaal eenzijdig, dan gaat hij er volstrekt aan voorbij dat er heel veel verschillende omroepen mogelijk zijn in dit land. Dat dit een van de weinige landen is in Europa waar we geen staatsomroep hebben à la de BBC, maar waar je met elkaar, met leden, een omroep op kan richten. En ja, er zijn ook omroepen waarvan ik nooit lid zou kunnen worden, gewoon omdat het helemaal haak staat op hoe ik denk en hoe ik tv kijk. En dat zal voor iedereen hier in de zaal gelden. Maar het onderstreept precies... Dat is niet het punt. Voorzitter, ik heb de heer Wilders lang laten uitpraten. Lang geluisterd naar dingen die ik misschien al wist. Nu is het dan andersom ook even tijd. En dit is ook juist precies waar het om draait. Als meneer Wilders als grootste fractie de verantwoordelijkheid wil nemen om voor dit hele land een kabinet te vormen, dan kan je er niet alleen in volharden in heel hard in die auto rijden zonder achteruitkijkspiegels te gebruiken en te zeggen ik heb gelijk en doorgassen maar. Dan kan je niet verwijten dat als je iemand uitscheldt voor weet ik veel wat en die artikelen retweet, dat er geen vertrouwen ontstaat. Je kan wel naar alle anderen gaan wijzen, maar als je zelf niet in je achteruitkijkspiegels kijkt, wordt het een hele slechte rit. Dus in die zin zou ik de heer Wilders vragen, stop hiermee, pak die grondwet er echt goed bij, kies voor een beetje verandering en dan gaat het land erop vooruit. Zet hem op. Nou, geweldig, voorzitter. Ik stop verder nergens mee. Maar we hebben die verklaring met overtuiging ondertekend. Lees die verklaring goed. Lees die verklaring goed. Ik geloof dat de heer Omtzigt vrij trots is op die verklaring. We hebben het van alle kanten onderschreven en ondertekend. En daar zullen we ons naar gedragen. Zeker. Maar vertel mij niet dat het voorstellen dat een publieke omroep dat erop bezuinigd kan worden, dat dat in één keer de rechtsstaat opzij is. Dat is echt... Weet u, ik ga je geen voorzitter nu geen debat voeren over de publieke omroep. Mijn punt is dat je daarmee niet kan zeggen dat je de rechtsstaat onderuit haalt. Want alle vrije pers verder, prima, be my guest, wat ik ook van ze vind. De heer Timmermans. Ja, voorzitter, even een opmerking vooraf naar aanleiding van de filippica van de heer Wilders over vrijheid. 20 jaar lang is zijn begrip van vrijheid geweest. Wij kunnen alleen maar vrij zijn als ik de vrijheid van 1 miljoen Nederlanders beknot.
Dat was zijn beeld van de vrijheid. Want hij gunde 1 miljoen Nederlanders niet hun godsdienstvrijheid. Hij wilde ze niet hun gebedshuizen laten bouwen. Hij wilde ze niet hun heilige boeken laten hebben. Dus kom mij niet aan met dit verwrongen beeld van vrijheid. Het klopt gewoon niet. Dat is een vrijheid voor een deel van de bevolking op basis van onvrijheid voor een ander deel van de bevolking. Zo is Nederland niet gebouwd. In Nederland is door de eeuwen heen altijd vrijheid geweest voor verschillende godsdiensten, verschillende opvattingen. En laten we dat in hemelsnaam zo houden. Voorzitter, misschien mogen we terug naar de informatie. Op 10 januari is duidelijk dat van de 4 partijen aan tafel er 2 niet in het kabinet plaats willen nemen. NSC en VVD. Er staat nergens in de opdracht van de informateur dat er niet over de vorm gepraat mag worden. De vorm was niet onderdeel van de opdracht, maar als die vorm niet mogelijk is aan het begin van het proces en Nederland zit zo te wachten op oplossingen voor alle problemen, waarom ga je dan, als je op 10 januari weet dat 2 van de partijen eigenlijk niet van plan zijn om in een kabinet plaats te nemen, waarom ga je dan nog ruim een maand lang rondjes draaien, terwijl je weet dat de uitkomst zal zijn dat de opdracht van de informateur niet uitgevoerd kan worden? En gelukkig zegt de heer Wilders zelf ook, we hebben daarin gefaald. Waarom ga je dan nog een maand door? Ja, voorzitter, ik heb dat antwoord al 2 keer gegeven, maar ik geef het graag nog een keer aan collega Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid. Kijk, wij zaten aan die tafel, fysiek daar, die kazerne, wat was het? En toen kwam de fractie van NSC terug en die zei, oké, we hebben het aanvaard, maar om die en die reden dit niet en dat wel. Maar ze zeiden ook dat wel. En dat was de reden dat wij met elkaar dachten, nou ja, het is nu niet aan de orde, want ik dacht ook, ik wil nog steeds het liefst een meerderheidskabinet bijvoorbeeld. Maar dat is niet wat in fase 1 besproken mocht worden. Maar in de tweede ronde, u zegt wel, ja, er stond niet dat het niet mocht, maar dat het niet de opdracht was. Maar toch, dat is een beetje flauw, want je houdt je aan die opdracht. Er stond ook niet in dat we met elkaar konden gaan tennissen de hele dag. Dat hadden we ook kunnen doen, maar dat is toch niet, als het er niet in staat, betekent het dat je dat eigenlijk gewoon niet moet doen. We moeten ons houden aan de opdracht van de Kamer. En die zei dat het pas in fase 2 over de inhoud zou gaan. Dus dat is, voorzitter, de reden. En wij zagen dus van elkaar van, nou, reden genoeg om door te gaan. Voor sommigen omdat ze dachten, nou ja, wat er over is het over. Maar ook voor heel veel partijen die dachten, ja, dat kan je nou wel zeggen, NSC. Wij denken daar misschien anders over. Fase 2 komen we daarop terug. Dat was de deal. Voorzitter, toch nog even iets over vrijheid, want daar begon de heer Timmermans mee. Dus ik heb ook wel even het recht om daar kort op te reageren. Kijk, u zegt vrijheid beperkt. Nee, vrijheid geven aan een, nou ja, ik weet inmiddels niet meer wat ik moet zeggen, religie, ideologie, die het uiteindelijk tot doel heeft om de vrijheid van mensen af te pakken. Kijkt u, meneer Timmermans, naar ieder land, bijna zonder uitzondering in de wereld, waar de islam dominant is. Nergens is vrijheid. Er is een totaal gebrek aan vrijheid in zo ongeveer ieder land in de wereld waar de islam dominant is. Dus wat wij hebben gezegd is, zorg ervoor dat je Nederland daarvoor beschermt. Dat je dat niet gaat doen. En dat is de reden dat we het hebben gedaan. We hebben, ik heb een keer ooit in mijn tijd nog, ik hoop niet dat mevrouw Jissekus het erg vindt dat ik daar naar haar aan herinner. Maar ik heb ooit nog samen met Ayaan Hirsi Ali een artikel geschreven in de NRC, dat heette een liberale jihad. En we waren toen nog allebei VVD'ers. Inmiddels zijn we dat, zoals u weet, allebei niet meer. Maar daar hebben wij toen gepleit voor, ter behoud van de vrijheid, en dan praat ik over 20, 25 jaar geleden, om behoud voor de vrijheid, dat het ook zo kan zijn dat je daar, misschien wel op zijn tijd vrijheden voor in moet leveren, om die vrijheid te behouden. Dus nogmaals, niet uit afkeer of haat, maar omdat je bang bent dat je de vrijheden kwijtraakt uit ervaring voor de landen waar dat al is gebeurd. Dat je zegt van, nou, zover moeten wij niet komen. Dat was een nobel streven en een nobel doen. Dat is geen filipica, dat is een
inherente, intrinsieke overtuiging dat wij moeten vechten voor de vrijheid van dit land. En nu gaan we dat inderdaad op een andere manier doen. Daar heeft u gelijk in, maar vertel mij niet dat wij dat deden om mensen rechten af te pakken. We deden het om te zorgen dat de mensen in Nederland hun vrijheden konden behouden. En daarvoor wilde u 1 miljoen mensen rechten afpakken? Nee, ja. Het mooie is nou juist dat het feit dat moslims in Nederland hun religie gewoon in alle vrijheid kunnen beleven, een wereldwijde uitstraling heeft. En dat is een uitstraling die Nederland al vele eeuwen heeft. En ik wil dat wij met z'n allen voorkomen dat u Nederland die uitstraling ontneemt en van Nederland een intolerant land maakt. Dat mag ons niet overkomen. Maar terug naar de informatie. Mijn punt is, als u op 10 januari de juiste conclusie had getrokken, dan had u niet voortdurend uw collega's tegen de schenen hoeven schoppen via Twitter om ze tot de orde te roepen. Dan had u ook niet de heer Omtzigt de grond in hoeven te stampen, wat u zelfs vandaag weer doet. En mijn vraag is, u wil overduidelijk regeren, want u bent bereid een hele hoop van uw opvattingen, ja, u noemt het de ijskast, of te laten zitten voorlopig. Maar mijn vraag is, kan u wel regeren? U kunt u zichzelf niet beheersen. U kunt alleen maar met de vinger naar anderen wijzen. U kijkt niet naar uzelf. En als u de ambitie heeft dit hele land te vertegenwoordigen, dan denken nu allerlei mensen, nou, als ik eens een keer iets zeg wat hem niet bevalt, word ik ook de grond ingestampt. Zo kun je een land niet leiden, meneer Wilders. Verander dat, want anders zult u niet erin slagen om mensen aan u te binden. En in dit land van coalities moet je mensen aan je binden als je het land wil regeren. U bent in uw hele politieke carrière nog nooit in staat geweest om andersdenkenden aan u te binden. En als dat niet verandert, zult u niet in staat zijn dit land te regeren. Voorzitter, dat is allemaal niet waar. De PVV is zeer wel in staat om anderen aan ons te binden. We zaten met 4 partijen aan tafel. En nogmaals, ik denk dat niemand uw mening deelt dat wij daar onverantwoord of bezig zijn geweest om mensen uit elkaar te spelen. Dat is niet het geval. Ik denk zelfs dat de heer Omtzigt dat zal bevestigen. Maar goed, dat moet hij maar zelf vragen. Maar ik verwacht niet dat iemand dat zal bevestigen. Misschien op de inhoud, maar niet op wat u zegt. Hoe wij daar hebben gezeten is helemaal niet het beeld. U probeert nou allemaal een beeld op te roepen van die Wilders met zijn tweets. En daar aan tafel heeft er een grote puinhoop voor gemaakt. Dat is niet het geval. Dat is echt pertinent onjuist. Wij zijn verantwoordelijk bezig geweest, dat zullen we ook blijven. En als de heer Omtzigt om zijn redenen niet was opgestapt, dan waren we er uitgekomen. Dan hadden we hier nog gestaan en dat had zo'n stukje gescheeld. En dan waren we er uitgekomen, dan hadden we er nou gestaan en dan waren we naar de volgende ronde gegaan. En dan had u dat verhaal niet kunnen houden. En dat verschil, voorzitter, tussen lukken en mislukken was een paar dagen voor de deadline. En dat had gewoon kunnen lukken. Toch nog even. Het is een soort karambolspel hier. Nog even toch terug op wat de heer Timmermans nog zei over in het begin van zijn verhaal. Over rechten afpakken. Voorzitter, dat heb ik niet gedaan. En ik kan me ook herinneren dat diezelfde 20, 25 jaar geleden Ayaan Hirsi Ali en ik hier allebei rondliepen met een klein blauw boekje van. Ik weet zeker dat de heer Timmermans, belezen als hij is, hem kent. Van Karl Popper, een Joodse filosoof. En wij waren er toen helemaal van in de ban. En in een van de stellingen van zijn boeken stond dat je de liberale samenleving, dat je die beschermt door te stoppen met tolerant te zijn tegen intoleranten. Dat je moet leren intolerant te zijn, was de stelling van Karl Popper. Nogmaals. Een Joodse filosoof uit Oostenrijk, als ik me goed kan herinneren, die zei, zorgen ervoor dat je tolerant bent tegen intoleranten, zorgt dat je je liberale samenleving kwijtraakt. Dus heb je personen of ideeën of wat dan ook die intolerant zijn, dan moet jij om die vrijheid te houden je daar ook intolerant tegen gedragen. Wij moeten tolerant zijn tegen iedereen en alles die tolerant tegen ons zijn. Dat is een prachtige samenleving waar ik in wil wonen. Samen met elkaar tolerant tegen mensen die ook tolerant tegen ons zijn. Maar we moeten ophouden, dat hebben we veel te lang gedaan in dit land, tot op de dag van vandaag, om ook tolerant te zijn tegen de mensen die intolerant zijn tegen ons. Wel nu, wat was de les van Popper, die Ayaan Hirsi Ali en ik eigenlijk, en ik in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, vanaf die dag hebben toegepast. Laten wij intolerant zijn tegen die intoleranten, om de liberale samenleving onze vrijheid
overeind te houden. Dat is wat we moeten doen. Ja, en daarmee heeft u, van intolerantie uw handelsmerk gemaakt. Ik ben benieuwd of u daar ooit nog van afkomt. En u heeft 1 miljoen mensen die u niets misdaan hebben, die geen enkele bedreiging vormen voor onze democratische rechtsstaat, weggezet en bent u bereid geweest hun rechten af te nemen. Ik vind dat een bewijs van het feit dat wij met z'n allen niet mogen zwijgen als u intolerante maatregelen wil nemen. Maar voorzitter, ik zie uw handgebaar. Ik zal afsluiten. Sorry, mijn handgebaar bedoelde. Het was van de voorzitter. Mijn handgebaar, denk ik. Okay. Ja, ik spreek via de voorzitter. Voorzitter. Wat ziet u? Het is heel duidelijk. Je hebt als grootste fractie in deze Kamer altijd bij een informatie en een formatie een hele grote verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid betekent dat je ook het proces heel moet houden. En die verantwoordelijkheid vul je niet in door alleen maar naar iemand anders te wijzen, die overal de schuld van te geven en net te doen alsof je zelf lelieblank bent dat nooit iets verkeerds hebt gedaan. Het is veel beter geweest als u die kritiek tegen de heer Omtzigt bij u had gehouden, niet publiek had gemaakt, zodat u het proces nog heel zou houden. U heeft zelf dit proces kapot gemaakt. Daar bent u als voorzitter van de grootste fractie verantwoordelijk voor. Sta voor die verantwoordelijkheid. Spreek een mea culpa uit. Dan heeft u de kans dat u misschien nog iets van deze puinhoop kan redden. Voorzitter, dit is echt een totale... Even het magere applaus afwachten. Dit is echt een totale chutzpe. Het is een totale chutzpe. En voorzitter, ja, mijn handen zijn nu een beetje gebonden omdat ik niet wil en mag en ook echt niet ga doen, ga praten over wat er allemaal is gebeurd. Want nogmaals, Passaldo, vond ik dat het een goede sfeer was. Maar ik hou wel staande dat als u het heeft over lekken en dat soort dingen, dat wij wel ongeveer helemaal onderaan die lijst staan van partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Wat is nou slecht geweest voor de sfeer? Als partijen inderdaad dagelijks bijna vele momenten van dat middel gebruik maken. Hè. U kunt mij kritiek hebben op mijn tweetjes, maar ik heb in ieder geval nog eerlijk en open gedaan. U wil niet weten dat er ook andere partijen andere dingen hebben gedaan. Daar hoort mijn partij niet of nauwelijks bij, als ik me nog heel voorzichtig uitdruk. Dus ook dat beeld klopt gewoon niet. Het beeld klopt niet. Nee, dat beeld klopt gewoon niet. Ja, natuurlijk praat je wel eens met een journalist, maar dingen laten lekken of ook in kranten vol praten, proppen met dingen, dan moet u toch echt bij andere partijen zijn dan de mijne. Dat is het beeld dat wij dat op een onverantwoorde wijze hebben gedaan. Het tegendeel is het geval. Ik denk dat de PVV bij uitstek een partij is geweest, en dan vergelijk ik me niet met andere partijen, die zich zeer professioneel hebben opgesteld. Voorzitter, het stond later in mijn tekst, maar het is zelfs zo geweest dat ik las in de Volkskrant, en ja, normaal denk ik van jeetje, wat zeggen ze nou over mij, maar nu is het dan misschien een voordeel, dat de Volkskrant schreef dat ze van mijn onderhandelingspartners hadden gehoord dat Wilders zelfs verbindend bezig was geweest aan tafel. Dus de Volkskrant die schrijft dat, niet mijn grootste vrienden, de Volkskrant die schrijft dat andere partijen hebben gezegd dat ik verbindend bezig ben geweest. Nu weer met de Timmermans. Voorzitter, om het in de taalgebruik van de heer Wilders te gieten. Kort. Ik heb in 20 jaar tijd Wilders nog nooit zo huilie zien staan doen hier. Is de Volkskrant. Is de Volkskrant die dat schrijft. Ik schrijf dat niet. De Volkskrant zegt dat ze hebben gehoord dat de PVV niet alleen professioneel, maar ook verbindend bezig is geweest. Dat is ongeveer het tegenovergestelde van wat u allemaal het afgelopen uur mij voor de voeten heeft geworpen. Moet niet gekker worden, maar dadelijk ga ik de Volkskrant nog lezen ook, voorzitter. Veel gekker moet het niet worden, nee. Ja, we beginnen nu aan een soort tweede ronde binnen dit interruptierondje. Het zij zo, maar ik hoop wel korte vraag en kort antwoord. Dan kunnen we weer verder naar de tekst van de heer Wilders. Dus korte vraag, kort antwoord voor de mensen die nu voor de tweede ronde gaan. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Allereerst, ik heb weer zoveel onversneden haat gehoord. De heer Wilders die het geloof van één man, meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims, weer 1-op-1 gelijk stelt aan vrouwenhaat, aan onderdrukking. Ik vind het verwerpelijk, voorzitter. En dan kan de heer Wilders zeggen dat hij een soort inlegvelletje heeft getekend. Maar voorzitter, dat hij de Koran heeft vergeleken met Mein Kampf, dat staat nog. De uitspraak dat hij de islam een kwaadaardig gezwel vindt, dat staat nog. Kort, hè? Zijn verkiezingsprogramma waarin staat minder islam, dat bestaat nog. En voorzitter, die twee dingen die kunnen toch niet geloofwaardig naast elkaar staan. Aan de ene kant een inlegvelletje tekenen en aan de andere kant nog steeds al die uitspraken, al die verwerpelijke uitingen over het geloof
van meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims. Dat is toch totaal ongeloofwaardig, vraag ik aan de heer Wilders. Nee, dat is zeer geloofwaardig. Sterker nog, het is zelfs zeer verstandig om dat ook te doen. En dat is de combinatie die we in die verklaring hebben gevonden. We waarborgen, ook voor iedereen in Nederland. Hè. Ik heb in het eerdere debat gezegd, het gaat niet alleen om moslims, het gaat ook over Nooren en Finnen. Voor iedereen in Nederland geldt die grondwet. Geldt alles wat met het rechtsstatelijke te maken heeft. Inclusief al hun rechten op de vrijheid van godsdienst zoals die in de grondwet staat. Er staat ook in die verklaring dat, en ook zeer terecht, dat religiekritiek blijft. Er staat zelfs bij op de islam of het christendom. Het staat er allemaal. Dus het kan heel goed samen. Je geeft de rechten, je gunt dat ieder individu. Maar het feit dat je tegelijkertijd kan zeggen, wat ik ook zal blijven zeggen, wat ik zal blijven zeggen tot mijn laatste adem, is dat de islam een gevaar is, een ongelijkheidsbeginsel nastreeft, gewelddadig is, discriminerend is ten aanzien van niet-moslims. En dat dat gevaar van die islam, dat is mijn kritiek op de islam, dat die gewoon onverkort blijft gelden. Er is geen andere Wilders opgestaan op dat terrein. Dat is onverkort mijn verhaal. Maar we passen het wel aan de grondwet. Daarom hebben we ook met volle overtuiging die initiatiefwetten ingetrokken. En is het denk ik een heel goed stuk geworden wat alle vier de partijen in Hilversum hebben ondertekend. Voorzitter, de Koran vergelijken met Mein Kampf, dat is geen religiekritiek, dat is onversneden haat. De islam een kwaadaardig gezwel noemen, dat is geen religiekritiek, dat is onversneden haat. En de heer Wilders heeft altijd op een hele kwaadaardige manier meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims verdacht gemaakt door te zeggen dat ze takia zouden plegen. En eigenlijk doet de heer Wilders nu precies hetzelfde. Hij draagt het masker van iemand die zich zou houden aan de grondwet, maar achter dat masker zit nog steeds iemand die intolerantie predikt, iemand die wil discrimineren, iemand die de grondwet omver wil werpen. En voorzitter, dat is levensgevaarlijk en dat moeten we niet willen in ons landbestuur. Voorzitter, tegenovergestelde is het geval. Wij beschermen de grondwet, hebben niet voor niets die verklaring ondertekend. En met onze kritiek op de islam verzetten we ons juist tegen ongelijkheid, haat en geweld wat daaruit voortkomt. Ja, de heer Bontebal. Ik dacht dat collega Jetten eerst was. Ja, nou, de heer Jetten, u heeft gelijk. Nee, iedereen begint mij terecht te wijzen. De heer Jetten. Nou, voorzitter, een belangrijk onderdeel van die afgelopen fase was, en het gaat er nu al een aantal minuten over, dat gesprek over de grondwet, de opstelling ten opzichte van rechten voor moslims, uitspraken over rechters en media. En de heer Wilders zei net dat hij die verklaring met overtuiging heeft getekend. Zeker. Eén onderdeel van die verklaring is, en dan citeer ik uit het verslag van Plasterk, rechterlijke uitspraken worden uitgevoerd en nageleefd. En dat brengt mij bij een hele specifieke vraag. Betekent dat de heer Wilders dan nu ook de uitspraak over hemzelf respecteert? Die uitspraak, die veroordeling voor groepsbelediging uit 2021. Want de heer Wilders zei toen, die rechterlijke macht die is corrupt. Toen vond hij, en ik citeer, het vonnis is een schandvlek voor de Nederlandse rechtsstaat. En hij zei, ik zal me niks, maar dan ook helemaal niks van dat vonnis aantrekken. En nu de heer Wilders met overtuiging deze verklaring heeft getekend, gaat hij dan eindelijk die rechterlijke uitspraak wel respecteren? Voorzitter, ik zei net al tegen de collega van Denk, ik ga niet met terugwerkende kracht al mijn uitspraken hier recenseren en dan komt iemand anders weer met een andere uitspraak en heeft u dit gezegd over de pers en heeft u dat gezegd over de weet ik wat dan ook. Ga ik allemaal niet doen. Dus u kunt nog 50 voorbeelden geven van wat ik in het verleden heb gezegd. Dan kunnen we hier lang staan. Dan moet ik overal zeggen van dat vind ik wel, dat vind ik niet, dit zou ik wel, dat zou ik niet. Ga ik allemaal niet doen. Wij hebben vorige maand een verklaring ondertekend. Die gaat over de toekomst. Die gaat over hoe wij het met elkaar gaan doen. Daar hou ik me aan. En dat is waar u het mee zou moeten doen. Nou, voorzitter, het is wel echt relevant, want de vraag is, wat is dat inlegvelletje in het verslag waard? En toch ook even om iedereen een herinnering te roepen waarom de rechter de heer Wilders voor groepsbelediging heeft veroordeeld. Een hele lijst met uitspraken kwam er in die rechtszaak voorbij, maar ik zal er één voor u uitlichten. En dit is dus een citaat van de heer Wilders zelf. Iedereen past zich aan onze dominante cultuur. En wie dat niet doet, is hier over 20 jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet. Dat is simpelweg, voorzitter, het dreigen met het deporteren van Nederlanders. Dat zijn hele relevante uitspraken. En daar zal de heer Wilders zich ook toe moeten verhouden, omdat we anders niet weten wat zijn handtekening onder die zogenaamde verklaring waard is. Dus ik vraag hem nogmaals, als hij zegt
rechterlijke uitspraken worden uitgevoerd en nageleefd. Geldt dat dan ook voor alle rechterlijke uitspraken die in het verleden zijn gedaan en die ook betrekking hebben op de heer Wilders zelf? Voorzitter, nogmaals, ik ga geen enkele uitspraak uit het verleden over mij recenseren. Dan heeft Denker ook nog wel 5 en iemand anders ook nog wel 10. Dat ga ik gewoon niet doen. Dit is een verklaring die over de toekomst gaat. En u kunt nog 5 voorbeelden noemen, krijgt iedere keer hetzelfde antwoord. Maar voorzitter, dan concludeer ik dus met deze laffe antwoorden van de heer Wilders dat de heer Omtzigt en mevrouw Jezielges zich eigenlijk met een kluitje in het riet hebben laten sturen. Want die hebben wekenlang gepraat over de grondwet. Het is eigenlijk al een schande dat je überhaupt gaat onderhandelen over de grondwet. Dan krijg je 3 pagina's zwart op wit met allemaal mooie beloftes. Maar hier in dit debat wordt duidelijk dat die beloftes van de heer Wilders allemaal niets waard zijn. En dat hij, als het hem uitkomt, zich niet zal houden aan de democratische rechtsstaat waar dit land op is gebouwd. En dat is dus ook geen premierwaardig en geen coalitiewaardig. Ja, voorzitter, ik hoor geen vragen aan mij. De heer Bontebal. Dank, voorzitter. Nog even precies, want ik wil toch duidelijkheid over die periode na 10 januari. Dus ik doe nog 1 poging. In het vorige verslag van de informateur, dus niet het laatste verslag, maar daarvoor, daar is natuurlijk opgeschreven wat er uit de inventarisatie is gekomen langs de fractievoorzitters. En dan citeer ik: veel lijsttrekkers, onder wie de lijsttrekkers van PVV, PvdA GroenLinks, NSC, CDA, Volt en JA21 zijn van mening dat het kabinet bij voorkeur moet berusten op steun van partijen waarvan de fracties tezamen een meerderheid vormen. Zeker. In beide kamers, waarbij een meerderheid in de Eerste Kamer wenselijk, maar niet noodzakelijk wordt geacht. Zeker. U heeft dat verslag gelezen en u wist dus op 10 januari dat het eigenlijk lastig werd om verder te praten. Want de NSC-fractie heeft duidelijk in dat eerste verslag al gezegd dat ze streven naar een meerderheidscoalitie. En dat dat hun voorkeur was en dat dus een gedoogcoalitie, dat dat niet een optie was, althans volgens de brief die als eerste door de heer Plasterk naar de Kamer is gestuurd. Dus waarom toch, ik wil daar helderheid over, waarom na 10 januari doorpraten terwijl u dit wist? Ja, maar voorzitter, ik heb ook dat antwoord al gegeven. Natuurlijk, dat wisten we. Overigens is het vrij normaal dat in een ronde, ik maak het niet de eerste keer mee, vroeger was het bij het staatshoofd, nu is het bij de verkenner in het begin, dat de meeste partijen uitgaan van een meerderheidskabinet. Dus dat zijn eigenlijk bijna standaard teksten die partijen zeggen, nou, we hebben liefst een stabiele. Ik geloof dat de heer Omtzigt de enige was die deze keer van begin af aan zei, ik wil iets anders. Maar normaal is het in iedere ronde. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat in de verkennersronde een partij zei, ik wil geen meerderheid, maar gedogen of extra parlementair. Dat is wat dat betreft uniek geweest. We hebben ook gezien dat gedurende het proces partijen soms van mening veranderden. Of naar die verklaring, of zeiden wel gedogen, niet gedogen. Het is een heel ingewikkeld proces. Waar we het niet over mochten hebben. Dat is de belangrijkste antwoord wat ik u opnieuw geef, collega Bontebal. Niet om weg te duiken of zo, want dat is echt oprecht wat ik geloof dat het eerlijke antwoord is. Wij mochten het daar niet over hebben. Het behoorde niet tot de opdracht. En waarom zijn we niet gestopt? Omdat we A vonden, nou ja, we nemen daar kennis van, maar we gaan daar in ronde 2 over doorpraten. En het was niet van een dusdanige boodschap. Het is niet zo dat de heer Omtzigt terugkwam en zei, jongens, ik wil helemaal niks meer. Ik doe helemaal niks meer. Wat jullie ook willen, ik doe helemaal niks meer. Ik denk dat dan mensen wel hadden gezegd, in ieder geval ikzelf, van oké, dan gaan we naar huis. Dat zei hij niet. En argument 2, het zal voor de tweede fase aan de orde komen. Dat is de reden. Ik zit net niks achter te houden of zo. Ik zou bij leven en welzijn geen ander antwoord kunnen verzinnen. Ja, voorzitter, als we een karakterschets van de heer Omtzigt, van de heer Wilders zouden moeten maken, die van Omtzigt komt straks nog misschien. Als we een karakterschets zouden moeten maken van de heer Wilders, dan zou daar toch niet in staan dat hij ergens niet over zou praten als daar geen afspraken over zouden zijn gemaakt. Dus dat vind ik een beetje een vreemd excuus. Nee. Ik heb nog 2 hele concrete vragen waar ik gewoon een duidelijk antwoord op wil hebben. 1. Er stond in de krant dat er een A4'tje is gemaakt over de spreidingswet door uw partij en de VVD. Klopt dat? Is dat stukje tekst gedeeld aan de formatietafel? Ik ga daar niks over zeggen, voorzitter. Want dan raakt het de tafel. Dan moet je maar aan. Weet u, dat is echt een vraag. Of dat er is en of je die kan krijgen als die er is, dan moet je maar aan de informateur vragen. Ik ga er niks over zeggen. Want dadelijk is het weer, heeft die partij een stuk ingeleverd? Kunnen we dat zien? Weet u, dat valt allemaal keurig onder de wet. De wet openbaarheid, WOO heet die tegenwoordig. En ik geloof dat de informateur dat ook heeft opgeschreven toen hij het verslag aanbood. In de allerlaatste ronde voor het einde van de formatie wordt dat allemaal openbaar wat er is. Maar het helpt nu niet, hè? Want nogmaals, mijn doelstelling is dat we eruit moeten komen.
dat we door moeten gaan en dat het land bestuurd moet worden. En wat dan gewoon niet helpt, dat zou u ook niet doen als u in mijn plaats aan tafel zat, is dat je gaat praten over stukken die daar lagen en niet zijn vastgesteld en die gaat uitdelen. Dat is gewoon, dan gooi je het proces in de prullenbak en dat ga ik dus niet doen. Nee, maar ik vroeg u niet om het stuk openbaar te maken. Nee, maar ik ga ook niet zeggen maar ik wil het stuk, ik hoef het niet te hebben. Ja. Het enige wat ik wil weten, heeft het op tafel gelegen? Want u heeft op 10 januari met elkaar die basislijn over democratische rechtsstaat opgeschreven. Dus het is heel relevant in het debat of dat stuk op tafel heeft gelegen. En ik hoef het nu niet te hebben. Mijn tweede vraag is, klopt het dat door partijen, wellicht door collega Omtzigt, ook in de laatste fase teksten al op tafel zijn gelegd, als een soort vorm van voorzet voor een regeerakkoord? En is er in de club mensen al gesproken over bewindspersonen, zoals ook in sommige kranten staat? Ja, voorzitter, ik begrijp op alle drie de vragen. Ik zou dezelfde vragen stellen als ik u was. Uw nieuwsgierigheid, maar ik kan echt alle drie de vragen niet beantwoorden. Dat ga ik ook niet doen. Ik ga niet praten over welke stukken en waar is over gesproken. Dat zou, weet je, dan zou ik nooit meer met elkaar aan tafel kunnen. Als je daar antwoord op zou geven, dan zou niemand je meer vertrouwen dat je niet op een gegeven moment daarover praat. Of het nou u is of aan een ander. Dus de koninklijke weg hiervoor is dat u dat aan de formateur vraagt, niet aan mij. Hij gaat daarover. Ik ga daar niets over zeggen. Ja, voorzitter. Ik vraag niet om de teksten zelf, maar gewoon simpelweg om het feit of dit gebeurd is. Want dat zegt namelijk heel veel over de fase waarin de formatie zat. Als er namelijk op het laatste moment wel degelijk ook over teksten en over bewindspersonen is gesproken, kan je concluderen dat de formatie redelijk ver was. En dat maakt dan ook de positie van de NSC om er op het laatste moment uit te stappen ook vreemder, zou ik zeggen. Ja, ik weet niet of u het nou voor mij aantrekkelijk of minder aantrekkelijk wil maken om te antwoorden, maar ik ga niet antwoorden. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter. Eerder was de heer Wilders vrij helder. Namelijk in de motie de opdrachtverlening van de Kamer stond niet over de vorm van het kabinet geschreven dat daarover gesproken mocht worden. Dus mag er niet over gesproken worden. Nu over alle andere thema's die de heer Bontebal aanraakt, krijg ik opeens een heel ander antwoord. Namelijk, daar ga ik niks over zeggen. En ik vind dat een bijzondere taakopvatting. Dus over één ding wordt gezegd, daar mochten we het niet over hebben. Terwijl zo staat dat niet in de motie. En over al die andere dingen, over financiën bijvoorbeeld, daar mocht kennelijk wel over gesproken worden. Kan de heer Wilders mij toelichten wat nou de afweging is dat voor dat ene punt is gezegd, daar mogen we het niet over hebben, en dat al die anderen wel op tafel mochten komen? Nee, u haalt twee dingen door elkaar. Als ik zei, we mochten het niet over hebben, was dat de opdracht van de Kamer aan de informateur over waar zou het over moeten gaan. Het andere is dat ik niet ga praten over wat aan die tafel is gezegd. Dat is iets heel anders. Dus het ene is de formele opdracht aan de Kamer. Informateur heeft de opdracht. En daar heeft hij ons ook aan gehouden. En zeer terecht. We mogen het, pardon, niet hebben over de vorm. Iets anders is, allemaal vragen, lagen die stukken er? Of waren die stukken er? Of heeft u over bewindspersonen gepraat? Of daar ga ik niks over zeggen. Want dat is gewoon not done in het proces van formeren en ik hoop dat we elkaar aan die tafel weer een keer tegenkomen en dan kan je dat gewoon niet doen. Ja, voorzitter, ik ken de heer Wilders eigenlijk altijd als een heldere man van uitgesproken opvattingen die ook heel precies weet en ook hier kon uitleggen, ook aan zittende coalities, wat er allemaal niet goed ging en hoe dat allemaal beter kon. En nu is het zo dat hij aan zet is met ontzettend veel jaren kamerervaring, dus hij heeft veel gezien. En heeft er kennelijk een motie gelegen die het proces niet vooruit heeft geholpen, want er mocht niet gesproken worden over hoe dat kabinet eruit mocht zien. En tegelijkertijd zegt hij, als we een weekje hadden doorgepraat, waren we er wel uit geweest. Dat denk ik wel, ja. Hoe kan dat als je het niet kon hebben over hoe dat kabinet eruit mocht zien en nog steeds twee partijen zeggen wij gaan gedogen? Nee, ook dat met alle respect begrijpt u verkeerd. Dan waren we eruit geweest om uit de eerste fase te komen. En de opdracht was, we hebben het eerst in de eerste fase ging het over de rechtsstatelijkheid. Dat was ook een voorwaarde om door te gaan. En als die rechtsstatelijkheid in orde was, dat was het dus op een gegeven moment, ga je alleen maar praten of je perspectief hebt op overeenstemming om naar de volgende ronde te gaan. En in die volgende ronde, waar we dus niet zijn gekomen, daar had het over de vorm kunnen gaan, maar niet daarvoor. Ja, ik heb dat, voorzitter, ik kan het niet mooier maken dan dat is. Dat zijn de feiten. Voorzitter, dan toch. Als het de heer Wilders nou alles aan gelegen was om hier uit te komen met elkaar. Als dat echt zijn doel was en je weet dat je op 10 januari een betekenisvolle stap zet met elkaar. Zo zal hij dat ervaren hebben.
Hoe kan het dan zijn dat er daarna werkelijk waar niks meer is vastgelegd, niks meer is afgesproken en dat het moment om terug te gaan in die Kamer van wij hebben die vorm nodig, dat dat pas vandaag is? Ik snap er niks van voor een man die altijd zo goed weet hoe anderen dit hadden moeten doen. Nou, ik snap het ook niet allemaal. Was het maar waar. Ik snap het ook niet allemaal. Ja, ik weet ook niet hoe het dan op het laatst zo is gegaan als het is gegaan. Ik weet wel, zonder in details te treden, dat wij, en nogmaals de heer Omtzigt, daarom kan ik het ook wel zeggen, zegt dat bijvoorbeeld zelf in zijn brief die hij nog heeft nagestuurd, dat er op onderdelen, ik weet even niet de letterlijke tekst, dat er op onderdelen wel zicht was op overeenstemming. Dus er was op onderdelen, laat ik dat dan herhalen, zicht op overeenstemming. Betekent dat je er was? Nee. Maar wat ik zelf zei, ik dacht wel dat we dat in die week nog zouden kunnen doen. Ja, ik dacht dat we dat zouden doen. Waarom? Omdat het doel niet was dat we al compromissen zouden sluiten. Dat is vast voor de fase daarna bedoeld. Het doel was dat we met elkaar, een paar keer sprekende over onderwerpen, dat we dan zouden zeggen, oké, hebben we perspectief voor overeenstemming in de volgende fase of hebben we dat niet? En dat zag er volgens mij op onderdelen helemaal niet slecht uit. De heer Dijk. Voorzitter, ik heb 2 maanden naar best wel slecht theater zitten kijken. Maar best wel duur theater vond ik het ook. Wilde u geld terug? Nou, het zou best goed zijn als Nederlanders hun geld terug zouden krijgen hiervoor. Het zou best aardig zijn. Ik vond het slecht theater. En ik moet eerlijk toegeven, ik zit hier nu weer een uur zo'n beetje te luisteren ook naar dit debat. Het wordt er niet veel beter op. Dat ligt niet alleen aan u, ook aan partijen die hier overheen zitten te buitelen. Mensen in Nederland hebben hier echt helemaal geen snars aan. Eens. En dan toch, u weet nog maar misschien nog wel mijn vorige interruptie bij het vorige debat met deze informateur. Toen had ik het er ook over dat mensen niet kunnen wachten. En u zei, ja meneer Duiker heeft helemaal gelijk. Ja meneer Duiker heeft helemaal gelijk. Mensen kunnen niet wachten. U heeft helemaal gelijk. En nu zitten we in een soort niemandsland. Niemand regeert hier. Het kabinet wat er nu zit, had in september beloofd dat de lagere inkomens er ook op vooruit zouden gaan. En dat is niet gebeurd. Uit alle Nibud-cijfers blijkt dat mensen er zelfs €70 per maand op achteruit gaan. En u zei op al die vragen die ik stelde, ja meneer Duiker heeft gelijk, ja daar moeten we iets aan doen, mensen kunnen niet wachten. U zei dat steeds, zelfs door mij heen, toen ik die interruptie deed. U had ook ongeduld. Bij alle begrotingsbehandelingen de afgelopen maanden stemde de PVV tegen op al die voorstellen die ertoe doen voor mensen. Wat gaat u nu doen? Nou, snel verder. Kijk, ik ben het nog steeds helemaal met u eens. En het is gebruikelijk hoor, wij zijn daar niet de enige. En dat op het moment dat je met elkaar onderhandelt, dat je om die financiële ruimte die je hebt vast te stellen en op een goede manier in onderhandelingen te besteden, of in ieder geval daarover akkoorden te bereiken, dat je niet tijdens die onderhandelingen dingen kan doen. Ik weet niet of u ooit in die positie zal komen, maar dat zal dan niet anders zijn. Maar uw ongeduld, precies wat u zegt, de inkomens van mensen, die raken mij ook. En ik weet dat ik dat tegen u heb gezegd de vorige keer, van we moeten haast maken. Daarom vind ik ook nu dat we door moeten gaan. Ik denk dat we nu naar een korte tussenfase van een paar weken, ik zal dat zo over praten met een nieuwe informateur, hopelijk iets lostrekken, zodat we vaart kunnen maken. Zodat we door kunnen gaan, want ik ben het helemaal met u eens. Ik heb het ook in het begin van mijn inleiding gezegd, voorzitter. Of het nou gaat over inkomensbeleid, maar ook over asielbeleid, over woningentekort. Nederland hunkert naar een nieuw kabinet. Nederland heeft massaal voor, in ieder geval voor partijen als de mijne, gekozen. Dus daar moeten we snel mee aan de slag. Maar ik kan dat ook niet alleen. Voorzitter, ik zei het vorige keer ook, neem de tijd. Neem de tijd om te formeren. Ik vind eerlijk gezegd ook een beetje de opgewonden reactie, ook hier, van partijen over, wow, het is allemaal misgegaan. Ja, ik vind ook dat u minder had moeten twitteren. Nou, dat geeft u nu zelf toe, dat is prima. Maar goed, staat u vrij, twitter lekker door. Het zal mij eigenlijk een zorg wezen. Waar het mij om gaat, en u moet ook een tweede ronde doen. U met de VVD en nieuw sociaal contract en de BBB, doe een tweede ronde. Dat is doodnormaal bij kabinetsformaties. Niets mis mee. Maar ik vind dat u nu wel te makkelijk weg probeert te komen. Ik zei net, de lagere inkomens hebben de belofte gekregen in september door een vorig kabinet dat ze erop vooruit zouden gaan. Dat is niet gebeurd. Nu hebben we hier een Kamer in meerderheid die al dit soort voorstellen zou kunnen steunen. En u doet het niet. U doet het nu niet. U deed het afgelopen maanden niet. En u gaat nu weer weglopen.
En dat kunt u niet maken, meneer Wilders. U kunt het niet maken tegenover die mensen die nu 70 euro per maand meer aan het betalen zijn en niet kunnen leiden. U kunt het niet maken. Nee, het kan niet anders. Het kan niet anders. Het is altijd zo dat op het moment dat wat je onderhandelt... Wat een flauwekul. Hoezo ik, kan niet anders? Mij, u kunt het wel doen. We kunnen gewoon een voorstel indienen en voorstellen, meneer Wilders. De heer Wilders, Wilders is kan aan gewoon. Het woord. De heer Wilders is aan het woord. Juist, als u geen antwoord wil horen, dan kan ik beter niet antwoorden. Wil u het antwoord horen? Dat ja, oké. Okay. Het kan niet anders dat je onderhandelt in een tijd dat er discussies zijn over lastenverlichting versus tekorten op de begroting van Nederland. Waar partijen aan tafel zitten die daar andere ideeën over hebben. Op het moment dat je dan welke kant dan ook op dingen zou steunen in de Kamer, dan blaas je het overleg op. Dan zegt u wel, neem de tijd. Nou, dan duurt het nog 100 jaar voordat je een kabinet hebt. Want als ik dan bepaalde dingen steun, dan loopt de VVD of NSC weg. En als zij het steunen, dan loop ik weg. Dus dat helpt niet. Dus als u oprecht bent, en dat bent u, met het feit dat we snel een nieuw kabinet moeten hebben om die mensen te helpen, en de PVV is daarvoor, staat daarvoor, we zullen ons best daarvoor doen. We zullen ook compromissen moeten sluiten, meneer Dijk, als het lukt. Dat is niet anders als je met elkaar regeert. Maar dat gaan we doen. Als u vindt dat dat snel moet gebeuren, dan moet je juist die dingen niet doen. Want als je dat gaat steunen, blaas je alles op. Kunnen we weer opnieuw beginnen. En dan daar schieten de mensen waar u voor opkomt helemaal niets meer op. Dan kunnen ze nog 4 jaar wachten voordat ze een cent krijgen. Ik zei tegen u net ook al, u heeft de tijd om te formeren. Geen enkel probleem. Tot uw dienst. Ik heb dat vorige keer in het debat ook al gezegd. Weliswaar lokaal heb ik het vaak meegemaakt. Ik heb het ook gedaan, ook geformeerd. Maar dan kun je altijd nog beslissingen nemen. En je kunt altijd zeggen, god, dit duurt zo lang. En sorry hoor, maar ook mede door uw Twittergedrag. Nou, trouwens ook van uw andere gesprekspartners, net zo goed. Duurt dat inderdaad langer? Kan ik me iets bij voorstellen? Ik kan me trouwens ook best wel voorstellen dat de heer Omtzigt op een gegeven moment dacht, weet je, ik heb hier eigenlijk niet zoveel zin meer vandaag. Dat kan ik me best voorstellen, eerlijk gezegd. Als je voor rotte vis wordt uitgemaakt steeds. Maar dat kan de heer Omtzigt zo meteen zelf prima beantwoorden. Maar we kunnen hier ook, meneer Wilders, we kunnen hier wel als Kamer echt beslissingen nemen, terwijl u een kabinet probeert te formeren. Maar ja, dat kan dus niet. Als dat met de VVD is en je moet de lagere inkomens meer gaan betalen of ergens meer gaan belasten, zegt u het maar. Waarom lukt het niet? Waarom zou het niet lukken als de kabinetsbelofte van Rutte 4 de slotverrekening was, dat de lagere inkomens erop vooruit gaan? En dat het dit jaar niet blijkt. En dan moeten diezelfde mensen wederom, meneer Wilders, op u en de VVD wachten. En dan zie ik het niet gebeuren. Nee. En mijn stelling is dat als wij doen wat de SP zegt, dat de mensen nog maanden, zo niet jaren langer zonder hun geld zitten. Want wat u vraagt aan mensen is dat ze de overleg gewoon opblazen. Dat ze zeggen, oké, okay, we zijn nog met elkaar aan overleg, we moeten nog elkaar overhandelen. Jij wil wat voor tekort en jij wil wat voor lastenverlichting en jij wil wat voor de boeren. Als je dan een partij daar iets uit gaat plukken en dat zonder overleg tijdens de onderhandelingen in één keer gaat steunen, dan hebben we niks. Dan hebben we misschien weer weet ik wat dan ook voor crisis. En dan krijgen de mensen waar u voor opkomt, die krijgen dan helemaal niets. Dus let dan op dat u met uw stelling niet de mensen die u zegt hier te vertegenwoordigen alleen maar benadeelt. Het woord is aan de heer Dassen en ik zou hem willen vragen om kort en puntig te zijn, want ik wil door naar deel 2 van het verhaal van de heer Wilders. Prima, voorzitter. Kijk, wat mij betreft had de heer Omtzigt nooit met de heer Wilders aan tafel moeten gaan om te onderhandelen over de grondwet. Dat is geen goed bestuur. Maar het wordt me wel steeds duidelijker waarom de heer Omtzigt van tafel is weggelopen. Als je de heer Wilders ziet op Twitter, maar ook hoe die nu de heer Omtzigt de hele tijd de schuld in de schoenen probeert te schuiven, overkomt toch een beetje als een onzekere pestkop op het schoolplein, dan begrijp ik heel goed dat de heer Omtzigt zegt, ik heb geen vertrouwen dat dat goed gaat komen met de heer Wilders. Maar ik heb nog niet gehoord of het ook de andere kant op is. Want als ik de heer Wilders zo hoor, dan vraag ik mij af, wil hij wel verder met de heer Omtzigt? Ja, natuurlijk, voorzitter. Wat krijgen we nou? Wat ons betreft hadden we nu nog met z'n vieren aan tafel gezeten en waren we nu doorgegaan. Dus we moeten onderzoeken, en ik zal daar zo iets over zeggen, voorzitter, in mijn einde van mijn bijdrage, hoe ik denk dat we de tweede ronde kort inventariserend door kunnen komen over de vorm. Wij zijn bereid om aan tafel te zitten natuurlijk, om te besturen. De Nederlander heeft ons, ik weet niet wat heeft u, 1-2 zetels, hebben ons 37 zetels gegeven. Wij hebben die verantwoordelijkheid niet om hier vrijblijvend wat te gaan roepen aan die interruptiemicrofoon, maar om het land te besturen. En dat gaan we ook doen, natuurlijk gaan we dat doen. En we sluiten geen partijen bij voorbaat uit. Ja, voorzitter, de heer Wilders zegt natuurlijk. Natuurlijk wil ik natuurlijk dat.
Natuurlijk. Maar dan wil ik toch vragen, want dat vraagt dan ook om wat meer volwassen gedrag. En als ik dan kijk in die laatste dagen, dan komt er zo'n fotootje naar buiten. Een fotootje van nog 3 partijen die aan tafel zitten met de informateur en dan dat lege stoeltje erbij. Om even aan te tonen, kijk, de heer Omtzigt is van tafel weg te lopen. Hij is degene die schuldig is. Dat is toch geen signaal naar de heer Omtzigt dan om te zeggen, daar willen wij graag mee om tafel. Dat is toch gewoon kinderachtig gedrag. Dat is toch niet een signaal van, natuurlijk wil ik met de heer Omtzigt verder. Dat is precies de volwassenheid die je van de heer Wilders zou mogen verwachten. Dat je dat soort grapjes niet uithaalt. Dus graag zou ik daar van de heer Wilders een reactie op willen horen. Hoe verhoudt zich dat tot natuurlijk wil ik met de heer Omtzigt door? Ja. Natuurlijk met de Omtzigt door. Ik ga niet reageren op fotootjes die waar of niet staan. Wij willen natuurlijk door. Wij willen gewoon met elkaar en met wie dan ook zou ik bijna zeggen, het land moet bestuurd worden. En als dat niet kan een route A, dan moet er een route B. En als die kan op route B, dan moet het route C. Weet je, het was veel makkelijker voor mij om te zeggen met 52 zetels in de peilingen, oké, jongens, verkiezingen. U wilt niet weten hoeveel mails ik krijg van PVV'ers die zeggen, blaas het op, verkiezingen, we worden de grootste, bla bla bla. En toch kiezen wij die route niet, omdat we een verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor Nederland. Omdat we vinden dat Nederland een regering nodig heeft, waar we op een volwassen manier aan meedoen. Ook richting heer Omtzigt en iedereen hier in de Kamer hebben wij die rol en zullen wij die rol blijven houden. Afrondend. Ja, voorzitter, concluderend. Het is geen volwassen manier, deze manier van doen van de heer Wilders. Het is kinderachtig. En op deze manier blaast u juist precies op wat u wilt bereiken. En ik denk ook dat het goed is voor Nederland dat dat een keer gezien wordt. U komt, voorzitter. Dank u zeer. Ik heb eigenlijk, denk ik, nu het meeste al beantwoord in die anderhalf uur dat ik hier ongeveer sta. Dus ik denk dat ik het allemaal oversla en dat ik op het einde kom. En dat is, voorzitter, ik zei het net al in de interruptie tegen de collega net, de PVV wil graag. Wij gaan ervoor. Want ondanks alle verschillen is het nog steeds mijn overtuiging dat we er wel uit kunnen komen. En we moeten er ook uitkomen. Het kan gewoon niet dat wij er niet uitkomen. In welke vorm dan ook. Dat kan extra parlementair, dat kan gedogen, dat kan een minderheidskabinet. Ik zei net al, in mijn hart zou ik zelf nog steeds liefst gewoon een meerderheidskabinet hebben. Maar hoe dan ook, we moeten eruit komen. En vandaar, voorzitter, dat ik in tweede termijn een motie zal indienen om een nieuwe formateur te benoemen. En dat doe ik dan natuurlijk pas. Maar ik wil even aangeven wat het beeld van mij daarbij is. En dat is, ik zei het net al, in de vorige ronde zijn we eigenlijk niet toegekomen aan de vorm van politieke samenwerking, omdat dat niet kon. En maar die vorm kan juist het breekijzer zijn voor meer beweging in de formatie. En mijn voorstel is dan ook om een nieuwe formateur de opdracht te geven om in een korte ronde, een paar weken, 3-4 weken maximaal, als het korter kan, graag een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van politieke samenwerking die aan de ene kant recht doet aan de verkiezingsuitslag, inclusief alle grote verschuivingen die daarbij zitten, maar ook aan de informateur vraagt, dat is het beeld erachter wat ik heb, dat hij ook gesprekken voert met alle, met een streep onder alle fractievoorzitters en ook, misschien wel vooral, gaat praten over de vorm. De vorm zat ons dwars. Laten we nou kijken in een korte tijd of we die vorm kunnen inventariseren en wat mee kunnen doen. En ik heb, voorzitter, de heer professor Kim Putters, voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en thans voorzitter van de SER, bereid gevonden, als de Kamer dit in meerderheid zou steunen, om deze taak als informateur op zich te nemen. Was dit uw bijdrage? Nee, dan dan maak ik hem even af. Oké. Voorzitter, hopelijk kunnen we dan verder na die tussenstap. En u ziet het, de PVV en ook ikzelf, wij geven nooit op. We gaan altijd door. En het feit dat ik hier nu sta als leider van de grootste partij van Nederland laat zien dat opkomen voor vrijheid, opkomen voor je eigen land, opkomen voor je eigen mensen altijd het enige juiste is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De heer Jetten. Ja, voorzitter, het is interessant om te constateren dat het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid een soort randvoorwaarde is om als informateur voor de hele wereld aan de slag te gaan. Maar heb dat nog is even zitten twijfelen of niet in D66. Ja, dat had ook gekund.
Ik moet eerlijk zeggen, voorzitter, ik ben blij dat het vooral PvdA'ers zijn en niet D66'ers die dit op zich nemen. Maar dat kan nog komen, hè? Dat kan nog komen. Eigenlijk zegt de heer Wilders, hè, want hij gebruikt denk ik per ongeluk de termen formateur en informateur door elkaar. Sorry, ik bedoel maar, informateur. Nee, maar als ik hem hoor beschrijven wat die persoon moet gaan doen, dan zijn we eigenlijk niet eens terug bij de fase van informatie, maar dan zijn we helemaal terug op 23 november, namelijk bij de fase van verkenning. Dus mijn vraag zou zijn, is het de bedoeling van de heer Wilders als leider van de grootste partij, en ik vind ook dat bij hem het initiatief moet liggen, dat die nieuwe informateur echt heel breed met alle partijen in deze Kamer die mogelijke vormen gaat bespreken? Of gaat die informateur praten met PVV, VVD, BBB en NSC en wellicht een paar andere kleinere partijen op rechts? Nee, ik denk dat hij met iedereen moet praten. En u zegt, we gaan helemaal terug naar af, een soort verkennersronde opnieuw. Misschien is dat voor een deel ook zo, maar er is wel één groot verschil. Is dat het nu, dankjewel, dank u wel, dat het nu ook vooral moet gaan over de vorm. Dat hebben we, dat was mijn inbreng. Daar is het denk ik voor een deel op fout gegaan. Ik zei al net in het begin, voorzitter, in de interruptie was het geloof ik, dat ik denk dat de heer Omtzigt en zijn NSC afstand zocht, dat is mijn eigen analyse hoor, afstand zocht, dat niet vond in de vorm en toen op de inhoud afstand is gaan zoeken. Nogmaals voor mijn eigen verantwoordelijkheid deze stelling. Maar hoe dan ook, hebben we inmiddels gezien dat er, je leest een krant of spreekt met een collega, de ene heeft het over wel gedogen, niet gedogen, die heeft het weer over de voorwaarden voor gedogen, die zegt weer extra parlementair, de ander zegt weer het moet een meerderheidskabinet worden, die zegt weer ja, ik wil niet gedogen als die ook gedoogt en de ander. Het is één grote geitenbrei. Dus als wij in een korte ronde, nogmaals dat hoeft maar een paar weken te duren, aan de heer Putters, toch een gerespecteerd iemand volgens mij breed in dit huis, al is die niet van uw partij, dat die inventariseert bij alle fracties, stel je naar voren, je onderzoekt een extra parlementair kabinet, dat hoort er ook bij, dat je dan ook kijkt van, nou ja, dan is het ook handig misschien als hoe partijen van andere, of voorzitters van andere partijen, hun houding daarin zien. Willen ze daar onder voorwaarden aan deelnemen of niet? Dat is een groot verschil met de eerste ronde. Dat is in de analyse. En als u nou zegt van ja, dit is het bewijs dat de eerste formule niet goed was geformuleerd. Be my guest. Maar het gaat er nu om dat we verder komen. En volgens mij kunnen we op deze manier verder komen. Ja, voorzitter, ik stel deze vraag ook echt inderdaad vooral om goed te begrijpen wat we dan de komende weken gaan doen. En ik ben het eens met de heer Wilders dat het is nu één grote geitenbrei zijn woord over allerlei termen vliegen je om de oren, maar niemand kan je eigenlijk echt goed uitleggen wat het dan precies betekent. Dus een brede verkenning, terug bij af. We gaan opnieuw beginnen om te kijken welke partijen eventueel bereid zouden zijn om in welke vorm dan ook een kabinet mogelijk te maken. Geldt dan dat het verslag van de heer Plasterk met die zogenaamde basislijn voor grondrechten uitgangspunt is van deze tweede verkenningsfase? Of beginnen we echt helemaal opnieuw met een schone lijn? Nee, het is geen verkenningsfase. Het reglement van Olde staat trouwens helemaal niet toe dat er opnieuw een verkenner komt. Dus het is een informateur, gewoon volwaardig. Wat u zegt zal ook in mijn motie staan ongeveer. Ik heb er ook bij gezegd dat dat ook wel moet gaan over inclusief een uitkomst daarvan die recht doet aan de verkiezingsuitslag en de verschuivingen die daarbij plaatsvinden. Dus ik noem geen partij, maar dat is natuurlijk wel Wat moet gebeuren, dat vindt hij volgens mij ook een vertaling moet krijgen. Ja, wat mij betreft is het een tussenstap. Dus is die voorstap niet weggegooid. Ja, tot slot, voorzitter. 85 dagen zijn we nu na de Tweede Kamerverkiezingen. We zijn eigenlijk nog geen meter opgeschoten. En we gaan wat mij betreft in dit debat dan ook vooral bij de drie andere hoofdrolspelers aan de formatietafel kijken welke ruimte zij zien om hier uit te komen. Ik verheug me daarop. De heer Eertmans. Voorzitter, dank u wel. Kim Putters, ik denk een interessante naam. Ik zie dit eigenlijk als een toenadering van de heer Wilders naar de heer Omtzigt, als ik het aanvoel. Want u zegt het is op de vorm eigenlijk ook geklapt. En wij willen proberen daar toch uit te komen. U heeft een paar keer gezegd, we waren zo dichtbij. Ik denk dat u daar gelijk in heeft. Ik heb dat rapport ook van de heer Plasterk goed gelezen. Volgens mij was het echt niet zo'n zo'n enorme ravijn dat tussen u en de heer Omtzigt aan het ontstaan was. Maar is dat dan ook waar? Gaat u proberen via zo'n meerderheidsverkenning toch uit te komen bij een basiscoalitie van PVV, NSC, BB en VVD? Voorzitter, ik ga deze stap nu niet belasten met wat ik zeg dat de uitkomst moet zijn. Want als ik dat ga doen, en als wij dat allemaal gaan doen, Dan zetten we de informateur eigenlijk in een onmogelijke startpositie. U weet, dat heb ik net ook gezegd, voor mij is in beginsel alles bespreekbaar op het moment dat dit land maar wordt geregeerd. Ik heb het liefst
een meerderheidskabinet. Hè? Een minderheidskabinet onder voorwaarden kan ook. Er zijn ook varianten van een extra parlementair kabinet, waar bijvoorbeeld niet alle bewindspersonen uit buiten de politiek komen, maar een aantal gewoon wel door de politieke partijen en een aantal niet. Er zijn ook daar weer varianten over dat je toch ook die uitslag van die verkiezingen zijn neerslag kan laten geven in zo'n extra parlementair kabinet. Dus er zijn heel veel mogelijkheden voor. Mijn stelling is, meneer Eertmans, dat voor mij alles bespreekbaar is op het moment dat Nederland maar wordt geregeerd snel en de PVV daar een grote invloed op heeft. Alles bespreekbaar? Als winnaar van de verkiezingen. Ja, ik hoop niet dat de heer Wilders bedoelt dat alles bespreekbaar. Wilders plus GroenLinks, PvdA, SP, Volt, DENK. Ik neem aan dat we dat niet bedoelen. Dus de basis zal hopelijk blijven de rechtse variant. Daar moeten wij proberen, denk ik, inderdaad in de Kamer een meerderheid bij te sleutelen. Maar klopt het dus inderdaad wel dat de basis is, hetgeen is opgeschreven, recht doen aan die uitslag, de winnaars aan tafel, pratend over zoeken naar een meerderheid. Is dat wel de basis, neem ik aan, van de heer Wilders? Anders begrijp ik het woord, de zin, alles is bespreekbaar, niet helemaal. Alle varianten zijn bespreekbaar. Ik ga niet nu al zeggen hoe dat eruit moet zien, want dan kan ik net zo goed niet aan de informateur vragen. Maar er staat bij, misschien dat de Eermans gerust stelt, inclusief de grote verschuivingen die erbij hebben plaatsgevonden en recht moet doen aan de verkiezingsuitslag. Daar zou ik het eigenlijk bij willen laten, voorzitter. Laatste vraag, voorzitter. Is de heer Wilders nog steeds bereid om premier te worden van Nederland? Zeker, zeker. Ik kan niet wachten. De Bontebal. Ja, voorzitter, er is in die eerste ronde, ik heb het net ook al even gezegd, is die inventarisatie al gedaan. Dus blijkbaar gaat u ervan uit dat daar andere antwoorden gaan komen dan in de eerste ronde. En heel veel partijen hebben in de eerste ronde al aangegeven dat ze allereerst willen zoeken naar een meerderheidscoalitie. Is het dan niet logischer om als vervolgstap te zeggen, nou ja, een meerderheidscoalitie onder uw leiding is nu niet gelukt. Dat concluderen we dan bij deze af, niet gelukt. Dan zou een minderheidscoalitie nog een optie zijn. Nou, er zijn wat openingen geboden door NSC om te gedogen. Dat zou eigenlijk dan de vervolgstap moeten zijn. Een extra parlementair kabinet is ook wel weer een vrij groot experiment. Terwijl we op dit moment juist stabiliteit nodig hebben in Nederland en een visie op de toekomst. Dus is het niet veel logischer om eerst die variant van een minderheidskabinet plus gedoogsteun van NSC of andere partijen te verkennen en dan, als dat niet lukt, toch te zoeken naar een andere meerderheidskabinet waar u dan niet initiatief van neemt? Ja, nou dat zou je kunnen doen. Dan ga je alles af en dan ben je 15 rondes verder misschien. Ik chargeer nu een beetje, excuses daarvoor. Maar ik wil het gewoon allemaal in beeld brengen. Want ik heb gezien dat dit ons in de weg heeft gezeten. En misschien dat niet alle politieke leiders of fractievoorzitters het achterste van de tong laten zien of dat kan. Maar het is denk ik ontzettend goed om in een paar weken de tijd aan iedereen te vragen. Meneer Bontebal, wat wil u nu? Wil u meerderheid? Maar vindt u minderheid ook acceptabel? Ziet u voor u eventueel een rol in een extra parlementair? Om dat nog een keer door een informateur in een paar weken goed op papier te zetten, zodat wij, als we dan een volgende stap nemen, en nogmaals, ik denk, ik weet het niet zeker, ik hoop dat dat kan helpen, dan ben je wel succesvoller als je doorgaat, want dan weet je ongeveer, nou, dit is het, veel alternatieven zijn er niet, en dat maakt de kans van slagen veel groter dan dat je wat u doet, ook kan nog, ik zeg niet dat dat slecht is, maar dan is de kans groter dat je daarna nog 4 stappen moet doorlopen. Nou ja, voorzitter, we hebben nog een heel debat tegemoet te gaan, en alle partijen zouden meteen kleur kunnen bekennen. Wij hebben steeds gezegd dat wij niet in een coalitie gaan met PVV, ook niet met gedoogsteun. Dus dat is vrij duidelijk. Ik zie voor het CDA geen rol in een coalitie. En ik zie ook weinig rol, eerlijk gezegd, in een extra parlementair kabinet. Omdat het een soort experiment is waarvan we niet weten waarom we dat aangaan. Is het voor collega Wilders niet gewoon een optie om eerst inderdaad die minderheidsvariant te bekijken en dan moeten we gewoon doorschakelen naar een andere meerderheidscoalitie? Want dat is volgens mij wat de meeste partijen in de eerste ronde hebben voorgesteld. Ja, ik vind het zelf ordelijker, nogmaals om te voorkomen dat we dat gaan doen, als dat al lukt en als het lukt, hoe komt dat er dan uit te zien en als het mislukt, moeten we dan weer een andere variant en als die mislukt, weer een andere variant. Dit is echt een oprechte, een positieve inzet van mij om te proberen, nogmaals dat hoeft maar een paar weken te duren en misschien komt er wel uit wat u zegt, misschien komt er wat anders uit om te kijken wat de opties zijn in een paar weken tijd. En dan een nieuw debat hier te hebben in de Tweede Kamer. En dan kijken wat de meest voor de hand liggende optie is. Misschien is dat die van u, misschien is dat een andere. Dank, voorzitter. Er was even wat misverstand of ik nog een derde had, maar ik krijg hem. Als die inventarisatie gemaakt wordt, is het dan niet heel verstandig om eerst even duidelijk te maken aan de Kamer wat een extra parlementair kabinet is?
en wat eventueel een zakenkabinet, hoe dat eruit ziet. Want ik denk dat, dat voor heel veel partijen, in ieder geval voor die van mij, vrij onduidelijk is wat het nou is, welke varianten er nou allemaal zijn. Voor mij is het op dit moment een beetje een rookgordijn om eigenlijk verantwoordelijkheid te ontlopen. Dat is hoe ik er nu naar kijk. En ik zou dus, voordat die ronde gedaan wordt, eerst duidelijk willen hebben over wat die varianten precies inhouden. Nou, er is zeker geen, dat kun je mij daarvan betichten, maar het is oprecht geen rookgordijn. Nogmaals, ik ben zelfs niet bang voor verkiezingen, dus het is geen rookgordijn voor mij. Maar ik wil dat liever niet. Ik wil dat we vooruit komen. Ik wil dat we stappen maken, dat Nederland wordt geregeerd. Dus je kunt mij van veel betichten, maar niet dat dit een rookgordijn is. En ik denk dat dit nogmaals de aangegeven weg is. Uw andere vraag is een hele goede. Ik kan dat niet regelen, maar het zou kunnen dat wij aan de Kamer of aan de nieuwe informateur, daar heeft u wel gelijk in, wat zijn de opties, welke varianten zijn er? Ik denk dat heel veel wel bekend is, maar sommige zijn inderdaad, in uw woorden, u gelooft geloof ik apart of exotisch, wat zei u, of nog nooit voorgekomen. Het is een goed idee om dat te doen, dat ben ik wel met u eens. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, daarmee hebben we eigenlijk een soort gaat terug naar start. We gaan gewoon opnieuw beginnen, eigenlijk alle varianten opnieuw verkennen. Ik zal voor mijn fractie dezelfde opinie geven over dat ik het denk dat het echt het beste is dat we een meerderheidskabinet hebben in dit land. Juist met de grote opgaven hier in Nederland, maar ook met de grote dreigingen internationaal. En mijn vraag aan de heer Wilders is, als hij nu kijkt naar die afgelopen 85 dagen, dan gaat het niet alleen over hoe je zo'n proces precies procesmatig doet. Daar hebben we nu genoeg over gewisseld. Daar heb ik gelukkig ook wat reflectie van gehoord over de heer Wilders. Maar dan gaat het er ook om hoe je met elkaar omgaat. Gaan de volgende 85 dagen weer de situatie zijn van sneren naar elkaar, van artikelen delen over elkaar, van onderdelen van de rechtsstaat telkens opnieuw toch weer voor de bus gooien? Dan zie ik er weinig heil in. Als het ook een oprechte poging is van hé, schone lei, dan zit er nog een beetje fiducie in. Ja, nee, we moeten zeker proberen met elkaar verder te komen. Ik zei al net, de Volkskrant schreef dat ondergetekende verbindend was. Dus ik laat me ook door u niet aanpraten dat dat anders is geweest. Voorzitter, het zal de Volkskrant deugd doen dat hun opinie... Volgens mij hebben ze er al spijt van dat ze het hebben opgeschreven. Het is ook deze keer dat de heer Wilders het regeltje uitknipt en naast zijn nachtkastje legt. En de andere keren vermoed ik niet, voorzitter. Maar daar ga ik niet over. Dat is aan hem wanneer hij de schaar hanteert. Het gaat mij erom dat ik de afgelopen tijd heb gezien dat hij voortdurend ervoor gekozen heeft om anderen de maat te nemen. En niet alleen in zijn tweets. De bijdrage hier die wij zojuist gehoord hebben. We zijn anderhalf uur verder. Niet door mij, hè? Iedere alinea zat er een sneer in naar meneer Omtzigt. Nee, helemaal niet. Iedere alinea, u moet het maar teruglezen, zeg ik via de voorzitter. Iedere alinea zat er een sneer in. En misschien is de heer Wilders het zo gewend geraakt, voorzitter, dat hij het zelf niet meer hoort. Maar als hij echt werk wil maken van een meerderheidscoalitie die grote problemen aanpakt, die ik met hem deel, als het gaat om armoede, als het gaat om woningen, als het gaat om een betere zorg, alsjeblieft, stop met dat sneren en ga echt aan de slag. Voorzitter, ik ben helemaal niet aan het sneren. Nogmaals, ik heb me verbindend en op wat voor manieren dan ook. Maar nogmaals hoor, vraagt u het zelf dadelijk aan mijn collega's die aan tafel zaten. Ze zullen echt wel kritiek op mij hebben hoor, dat is ook goed. En ik zal ook wel een keer dingen hebben gedaan die ze niet bevallen. Terecht of onterecht. Maar ze zullen echt niet dat beeld, hoop ik althans, verwacht ik van u bevestigen dat ik de grote intrigant was die de boel een beetje zat te versteren. Integendeel, ik heb me daar professioneel opgesteld. En ik geef niemand anders daarin. Ik ga niet andere collega's beoordelen, maar het heeft van ons echt niet gelegen aan onze houding. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik dacht, ik wacht even het hele betoog af. Want ik was eigenlijk van plan om, het is Valentijnsdag, om ook even iets aardigs te zeggen. Normaal gesproken stonden de heer Wilders en ik hier zij aan zij, hoe verschillend we ook denken over van alles en nog wat. Maar als er iemand staat die met een kulverhaal probeert weg te komen, dan stonden we hier toch allebei met, ja, je kan het wel opschrijven, je kan het wel zeggen, maar we zien toch wat er gebeurt. Daar trappen we toch niet in. De heer Wilders kon het beter dan ik, om bijvoorbeeld Rutte te fileren. En dat gevoel krijg ik wel bij die zogenaamde basislijn die keurig is opgeschreven. Wilders heeft zelfs de beeldvorming mee. De NOS zegt, nou, hij heeft concessies gedaan, de Volkskrant. Maar sinds 10 januari hebben we toch allemaal dingen zien gebeuren die daar haaks op staan. Intimiderende filmpjes waarbij een Kamerlid in het nauw wordt gebracht.
is niet tegengesproken. Er zijn hier allemaal debatten geweest waarbij uitspraken van de rechter over het beschermen van de natuur gewoon zwaar zijn aangevallen. We hebben zelfs gezien dat de minister van Justitie, het is in het nieuws gekomen, dat hij discriminerende maatregelen heeft doorgevoerd. Dus alles wat hier keurig staat en wat Wilders ook mee heeft in de beeldvorming, oh, nu is de rechtsstaat blijkbaar veilig, want er is een belangrijke beweging gemaakt. Dat is toch eigenlijk niet anders dan dat we Rutte zagen doen. Je zegt het een, je schrijft het een, maar je doet aantoonbaar het anders. En ik mis de heer Wilders in die kritische houding hier aan deze kant van de interruptiemicrofoon. Dat wilde ik zeggen. Ik mis hem. Nou, ik ben er hoor. En ook u een hele fijne Valentijnsdag. U bent een hele lieve collega, ondanks uw interruptie. Dus ik vind het leuk dat u er weer staat. Nou, voorzitter, hebben we toch nog mooie momenten vandaag. Ja. En even, voorzitter, als ik toch nog heel even van u op de inhoud in mag gaan. Kijk, ik kan hier best, met plezier sta ik hier nog uren hoor, om alles te beantwoorden. Maar u kunt mij niet aanspreken op iets wat ik niet heb gedaan. Hè? Intimiderende filmpjes, ik heb nul intimiderende filmpjes. Die komen echt van iemand anders, niet van mij. Discriminerende maatregelen van mevrouw Jisselges of de minister. Nou, ik ben het dan niet alleen niet mee eens, maar die komen ook niet van mij. Dus het lijkt nou een beetje voor de mensen die thuis luisteren, want u heeft er niet bij gezegd, die kwamen van anderen, dat ik dat heb gedaan. Maar ik heb dat allebei niet gedaan. Hè? Dus ik spreek mij alstublieft aan over wat ik doe, de voorbeelden die u noemde, komen niet van mij. Ja, voorzitter, daar heeft de heer Wilders gelijk in. En het is goed dat hij dat nog even zegt, want voor de Partij voor de Dieren was al lang duidelijk dat het niet begint bij de PVV of Wilders het in gevaar brengen van de rechtsstaat. De VVD, onder leiding van Rutte, ja, heeft het aan alle kanten gedaan. Het begon al bij Balkenende. Dat gaat ook over de internationale verdragen waar we ons gewoon aan moeten houden. Zullen we terug naar de formatie? Nou, voorzitter, ik vind het belangrijk om dit te erkennen. Dat de rechtsstaat niet alleen in gevaar is bij een partij als de PVV, maar dat dat al eerder aan de hand was. Ook de VVD, ook Omtzigt. Zijn fractie heeft laatst een antirechtsstatelijke motie gesteund. Dus de zorgen zijn heel groot en de heer Wilders heeft gelijk. Die filmpjes kwamen niet van hem, maar ik heb hem ook niet horen zeggen. Kijk, ik ben de leider van de grootste partij. Ik zat daar aan tafel. Op 10 januari hebben we dit afgesproken. En vervolgens zag ik mevrouw Van der Plas dit doen. En mevrouw Jezielkes dat. En daar heb ik even gezegd, luister Dylan. Dat doen we dus niet, want kijk wat we hebben afgesproken. Of luister Caroline. Dit gedrag, dat kan dus niet meer. Want we hebben die basislijn. En daar gaan we ons aan houden. Dat heeft hij ook niet gezegd in elk geval. Misschien kan de heer Wilders nog toelichten als hij wel zijn collega's daarop heeft aangesproken. Maar ik zie vooral, je zegt het een en die hele club van partijen doet gewoon het ander. En de rechtsstaat is niet veilig. Voorzitter, voor zover de mensen thuis niet weten, met Dylan en Caroline wordt bedoeld mevrouw Jisselges en mevrouw Van der Plas. En ik ben trots dat ik met beide... Moet ik niet enthousiast worden, want mevrouw Jisselges is boos. Ze hebben zich fantastisch gedragen aan tafel. En laat ik het daarbij laten. De Timmermans. Voorzitter, terug naar de informatie met uw welnemen. Ik heb proberen te volgen wat de conclusies zijn van de heer Wilders. Ik denk dat ik mag vaststellen, maar hij moet mij maar corrigeren als het niet zo is, dat hij het met me eens is dat deze informatie is mislukt. Niet heeft gebracht wat hij ervan verwachtte, is mislukt. Terug naar het begin, dacht ik, van de informatie. Maar in feite, als ik u goed begrepen heb, zegt u terug naar de verkenning. Want er moet weer een rondje met iedereen worden gedaan over waar men staat. Maar als ik vaststel, en corrigeer me maar als het niet klopt, dat van de vier partijen drie zeggen wij willen samen door. Eén zegt, nou ja, ik kijk naar wat er wordt afgesproken en misschien wil ik het dan wel gedogen. Waarom zet u dan niet gewoon in op die variant? Want dan spaar je ook tijd uit. U zegt u heeft haast. Waarom dan weer een rondje langs iedereen, terwijl we precies weten waar iedereen staat? En ik vermoed dat daar ook heel weinig in is veranderd in de afgelopen 2,5 maand. Nou, dat weet ik niet. En dat wil ik juist nagaan. En ik wil het op een volwassen manier nagaan. En ik wil niet dat wij in de volgende ronde weer met elkaar zitten en niet weten wat we nou moeten doen. Dus ik vind het echt, en dat nogmaals, meneer Timmermans, we zijn het vaak met elkaar oneens, maar dit is gewoon een oprecht voorstel om een poging te doen om het uit het slop te trekken, is nou niet verder te gaan naar die volgende ronde met een aantal partijen.
Omdat ik gewoon ook andere partijen andere dingen over andere vormen hoor zeggen. En sommige zijn duidelijk inderdaad, andere wat minder. Dus ik doe een oprechte poging om te kijken. En dat nogmaals, dat kan een paar weken duren om een inventarisatie. En dan misschien, wat u zegt, wordt de conclusie. Misschien wordt het wat anders. Maar dan hebben we dat in ieder geval goed onderzocht. Ik denk dat de kans van slagen dan groter wordt. En de kans dat we achteraf weer te horen krijgen, ja, dat heeft u dan eigenlijk, is dat mislukt. Hè? U had daar niet goed over nagedacht. Nou, wat ik nu te horen krijg, misschien vond ik wat terecht hoor. U had dat beter moeten doen of u had het moeten voorzien. Ik denk dat dat niet kan. Die kans maak je kleiner als je nu een kleine tussenfase inbouwt. Dus het is niet, soms moet je een hele kleine stap terugzetten om daarna 4 stappen vooruit te gaan. En dat gaan we nu doen. Maar mijn indruk is dan toch stellig dat u die stap terugzet, omdat u ook niet echt vertrouwt dat die 3 partijen echt stevig op die minderheidsvariant inzetten. Ik kan me dat ook voorstellen, want de VVD is totaal onduidelijk of men nu wel of niet aan tafel wil gaan zitten. Misschien horen we dat vandaag nog. En dat u ook niet vertrouwt dat er voldoende basis is voor de heer Omtzigt om het resultaat straks te ondersteunen. Dus daarom verbreedt u de opdracht. Dus die minderheidsvariant zoals die is opgeschreven door de heer Plasterk, die daar wel vertrouwen in heeft, die denkt dat het wel nog kan. U heeft daar duidelijk minder vertrouwen in. Vandaar dat u weer helemaal terug wil naar de verkennersfase in plaats van de volgende fase van de informatie. Voorzitter, dat is een goede vraag. Maar het antwoord is dat het niet gebaseerd is op wantrouwen of onvoldoende vertrouwen dat ik heb. Het antwoord is oprecht dat ik denk dat wij nu, en nogmaals, dat kan in een paar weken tijd, even goed moeten kijken welke partij wil wat en misschien onder andere onder sommige voorwaarden een bepaalde variant wel of niet. Dat hoeft niet veel tijd te kosten. Dat voorkomt dat als we nu verder gaan met een andere fase, dat wij later weer te horen krijgen, ja, dat had dat beter uitgezocht, dat had je beter moeten weten. Dus we gaan niet terug naar af, we gaan niet eerst weer 2 weken, we gaan nu kort. En ja, het is een vorm. Het is eigenlijk een informateur die inderdaad een soort van verkennende fase heeft. Ik kan niet anders rol heeft. Ik kan niet anders dan u daar gelijk in geven. Maar wel met het doel om met de lessen waarom het is mislukt. Onder andere omdat we het niet over de vorm mochten hebben. Nou, proberen dat als een soort breekijzerfunctie om daarna als een haas door te gaan met een club die goed is onderzocht, die ook hier publiekelijk, en dat wilde u altijd graag, en ik ook in een debat, daar de Kamer een keuze over maakt, van dit gaan we doen, dit is kansrijk. En dan is de kans van slagen gewoon veel groter. Dat is mijn, ja, doe een keer een goed voorstel en dan bent u wel negatief. Hoe de naam ook is, in feite is het dus weer een verkenner. Dat is mijn conclusie. De heer Dijk. Voorzitter, in dit verslag stond nog een prachtige zin. De partijen zijn bovendien van mening dat de sociale grondrechten, zoals volksgezondheid, volkshuisvesting en bestaanszekerheid, te lang veronachtzaamd zijn en speciale aandacht behoeven. Zeker. De heer Wilders komt met Kim Putters, lijkt me hartstikke goed, en zegt dat gaan we een paar weken doen. Een week of 3, 4 hoorde ik u volgens mij net zeggen. Nou, maximaal. Nou, hartstikke mooi. Zullen we dan als die hele verkiezingscampagne, zowel van uw partij en de BBB en de VVD en Nieuw Sociaal Contract en ook deze groep hier achter mij nog allerlei partijen over bestaanszekerheid ging, zullen we dan ook in die opdracht toevoegen dat we de heer Putters vragen om in die 3, 4 weken met een voorstel te komen op het punt waar ik u net op interrompeerde. Die groep die nu erop achteruit is gegaan dit jaar, dat we die groep in ieder geval in deze maand met elkaar een voorstel maken onder leiding van de heer Putters, naast deze opdracht, dat daar een voorstel voor komt. Dan hebben we die groep, de heer Wilders, in een maand geholpen. Dat zou toch fantastisch zijn? Nou, gaat u naar de heer Putters toe en gaat u hem dat voorstellen. Dan kan iedereen dat doen, maar we kunnen niet in de opdracht één ding inhoudelijk doen. Dat is een opdracht. Kijk hoe je met een achtneming van de verkiezingsuitslag en die verschuivingen komt tot een politieke samenwerking. Gaat daar vervolgens mee kijken met alle fractievoorzitters te praten over de inhoud. Kijk, als je daar weer één groep aan toevoegt, en nogmaals, die heeft net zoveel mijn hart als dat die uw hart heeft, dan is waarschijnlijk ook weer het gevolg dat hier niets van terechtkomt. Dat bepaalde partijen hier zeggen van ja, luister, dat wil ik helemaal niet. Ik wil iets heel anders. En dat we weer deze taak frustreren. Dus ik snap uw ongeduld. U toont hier weer aan dat u het ongeduld heeft. Dat bedoel ik deze keer als een compliment. Dat heb ik ook. Maar gaan we hier één onderwerp aan toevoegen, dan komt dit niet voor de grond. En dan is de SP degene die er verantwoordelijk is dat de mensen alleen maar later extra hulp krijgen. Voorzitter, het is zelf opgeschreven in dit verslag dat ze veronachtzaamd zijn
die sociale grondrechten en speciale aandacht behoeven. Het lijkt mij een hele speciale manier van aandacht besteden om één ding waar iedereen het de verkiezingscampagne over had, waarvan u ook zegt, we kunnen niet wachten, mensen kunnen niet, we kunnen dat er toch uithalen. Stel dat het niet lukt, dat is het ergste dat er kan gebeuren. Ja, dan hebben er ook partijen schuld, dat klopt. Maar stel nou eens dat het wel lukt. Net zoals bijvoorbeeld als het gaat om die long-covid-klinieken, waarvan we weten dat de PVV ze wel gaat steunen morgen. Weet u hoe blij en hoe fantastisch dat is voor die mensen als dat gebeurt? We kunnen toch niet hier als Kamer op onze handen gaan zitten en maanden, wekenlang gaan wachten totdat u in een kabinet komt, de heer Wilders? Zeker, en daarom moeten we heel snel zijn. Moeten we vaart maken. Dit is een voorstel waardoor we denk ik daarna, hoop ik althans, snel vooruit kunnen gaan. En nogmaals, met wat u doet, wat de SP doet, u blaast het helemaal op en mensen krijgen nog heel veel meer niets. Dus de SP lijkt hiermee een sympathiek voorstel te doen. En in de praktijk zal je zien dat hier niets van komt en dat het kabinet nog langer op zich laat wachten. Heel onverstandig voorstel van de SP. Voorzitter, de SP blaast helemaal niks op. Wij strijden voor sociale vooruitgang. Ik zal zo meteen een voorstel doen om dat ook in de opdracht mee te nemen. Dat het ook over bestaanszekerheid gaat en dat alle partijen worden gevraagd om met een voorstel te komen. Om die lagere inkomens die de belofte hebben gehad in september, dat ze op vooruit zouden gaan. Daar komen we met een voorstel mee. Ik reken op de steun van de heer Wilders. Ja, nou reken er maar niet op. De heer Stoffer. Ja, voorzitter. De heer Wilders weet me eigenlijk opnieuw te verrassen met de naam waar hij mee kwam. Dus complimenten, voorzitter, aan de heer Wilders dat hij het aandurft om opnieuw iemand met een partijkleur die toch wat verder van hem afstaat, denk ik, te durven vragen. En tegelijkertijd complimenten aan de heer Putters, want iemand van dit kaliber die dit ook even aandurft, dat is een compliment waard. Eén vraag, voorzitter. Ik ben wel benieuwd of de heer Wilders al een meerderheid achter dat voorstel heeft. Ik hoop het, voorzitter. Ik hoop het oprecht. Ik heb er wel met wat collega's over gesproken. We zullen bij de stemmingen zien of dat lukt. Ik heb goede hoop, maar ik heb geen garanties. Dus dit is het voorstel wat ik doe. En ik ben het helemaal met u eens dat het een groot compliment verdient van de heer Putters dat hij dit gaat doen. Ik denk ook dat hij dat heel goed zal kunnen doen. Ja, voorzitter, mag ik dan nu... Ja, als u nog iets kwijt wil. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Timmer.